Een openbare plaats kan bestaan uit. een openbare weg, een openbaar terrein, een niet-openbaar terrein. Een openbare weg, zoals bijvoorbeeld een straat, een pad, een aardeweg, een brug, een autosnelweg of een tunnel, is dus een openbare plaats, waar we zonder probleem met alle of met sommige voertuigen mogen komen. We hoeven aan niemand uitleg te geven waarom we nu net daar willen rijden. Het verschil met een openbaar terrein, zoals de parking van een ziekenhuis of een benzinestation, is dat we daar enkel zullen komen als we er voor iets moeten zijn? Op een niet-openbaar terrein, zoals het oefentrein van een rijschool of een fabrieksparking, mogen we enkel rijden als we er een speciale toelating voor hebben. Eigenlijk geldt het verkeersreglement alleen maar op de openbare weg. Voor overtredingen die je op de openbare weg begaat, krijg je een bekeuring. Toch mag je op een openbaar terrein en op een niet-openbaar terrein niet zomaar doen wat je wil. Voor zware inbreuken die je daar begaat, kun je ook beboet of strafrechtelijk vervolgd worden. Sommige jongeren denken wel eens dat de openbare weg alleen maar het verharde deel is waarop de auto's rijden. Maar dat is niet juist. Ook het fietspad en de zachte of verharde berm en het voetpad zijn een onderdeel van de openbare weg. De openbare weg reikt immers tot aan een gracht of tot aan een privé-eigendom. In dit eerste voorbeeld zie je een vrij smalle rijbaan. Er is geen fietspad, maar wel een berm. Hier merk je dat zelfs een pad een openbare is. Ook een onderbrugging of een tunnel zijn openbare wegen, net zoals een brug. Op kruispunten komen openbare wegen samen, zoals hier een pad en een rijbaan. Of zoals in dit voorbeeld, waar een aardeweg en een rijbaan samenkomen. Op sommige plaatsen zijn ingewikkelde kruispunten en rotondes. Maar daarover vertel ik in een volgende les wel meer. Wegen waar een bord privaat staat, zijn geen openbare wegen. Daar gelden de verkeersregels dus niet. De rijbaan is het verharde deel van de openbare weg, waar voertuigen, zoals bijvoorbeeld auto's, autobussen, motorfietsen en tractos rijden. Wanneer er geen fietspad is, mogen ook tweewielige bromfietsen en fietsers op de rijbaan rijden. Soms wordt de witte streep op de rand van de rijbaan geschilderd. Deze streep wijst dan enkel de buitenrand van de rijbaan aan, maar heeft voor de rest geen enkele betekenis. Bestuurders moeten zoveel mogelijk rechts op de rijbaan rijden. Dus zomaar in het midden of links op de rijbaan rijden mag niet en is een overtreding. De maximaal toegelaten snelheid op een gewone rijbaan in Vlaanderen is 70 km per uur. Maar in de volgende lessen zal je leren dat deze snelheid soms hoger kan zijn, maar vaak veel lager moet zijn. Lees heel aandachtig op de website onder dit filmpje, ofwel in je theorieboek wanneer je met een voorlopig rijbewijs B niet mag rijden. Ook de uitleg hoe je de handen correct op het stuur moet houden. En wat je moet doen wanneer een arts je medisch of psychisch niet bekwaam acht om tijdelijk een auto te besturen. Er bestaan heel wat verkeersborden die iets zeggen over de openbare weg of over de rijbaan. Als je deze borden goed bekijkt, dan merk je dat ze de vorm hebben van een driehoek met een brede rode rand. Deze soorten borden noemen we gevaarsborden. De juiste betekenis van deze borden vind je op onze website of in je handboek onder deze les. Voor het examen is het heel belangrijk dat je de betekenis van de verkeersborden heel goed kent. Ziezo, het eerste filmpje heb je gezien. Lees nu eerst de tekst die bij deze les hoort, of op onze website of in je handboek na. Mogelijk staat er nog extra informatie. Een rijbaan kan met een wegmarkering in rijstroken worden onderverdeeld. Met een wegmarkering bedoel ik hier de witte onderbroken streep die je in het midden van de rijbaan ziet. Met deze wegmarkering kan een rijbaan in twee of drie of nog meer rijstroken worden onderverdeeld. Maar bij kruispunten worden op het wegdek soms pijlen geschilderd, die aangeven in welke richting de voertuigen moeten rijden. Zo'n pijlen zijn ook wegmarkeringen. Zijn er meerdere rijstroken met pijlen, dan wordt vaak dit blauwe aanwijzingsbord naast de rijbaan geplaatst. Ook wanneer een rijbaan in rijstroken is onderverdeeld, moeten bestuurders in normale omstandigheden zoveel mogelijk op de rechte rijstrook rijden. Dus zomaar op de linkerrijstrook rijden is een overtreding. Op een gewone rijbaan met rijstroken is de maximaal toegelaten snelheid in Vlaanderen 70 km per uur. Behalve wanneer verkeersborden of verkeersregels een andere maximumsnelheid opleggen, zoals we in de volgende lessen zullen zien. Rijdt de bestuurder voor jou trager dan de maximaal toegelaten snelheid, dan mag je over een witte onderbroken streep rijden om het voertuig in te halen. Behalve wanneer verbodsborden zoals deze hier het verbieden. Hun juiste betekenis leren we in een volgend deel. Niet alleen een witte onderbroken streep kan een rijbaan in rijstroken verdelen. Het kan ook door middel van een witte doorlopende streep, zoals hier. Of hier. Over een witte doorlopende streep mag je niet rijden om een ander voertuig in te halen. Tot slot kunnen ook een witte doorlopende en onderbroken streep naast elkaar geschilderd zijn. De bestuurder langs wiens zijde de onderbroken streep is, mag hierover rijden om een ander voertuig in te halen. Zodra het voertuig is ingehaald, moet hij over de doorlopende streep opnieuw naar rechts. Deze twee aanwijzingsborden geven aan dat het aantal rijstroken vermindert. Het bovenste bord zegt dat er een rijstrookvermindering langs rechts is. En het onderste, een rijstrookvermindering langs links. Om over verplicht ritsen te kunnen spreken, moet dan drie voorwaarden voldaan worden. Ten eerste moet de rijbaan verdeeld zijn in rijstroken. Ten tweede moet er een vermindering zijn van rijstroken, bijvoorbeeld wegens wegenwerken. En ten derde moet er drukverkeer zijn, of file. Rijden er maar twee of drie auto's, dan is dat uiteraard geen drukverkeer en moet er niet geritst worden. Bij drukverkeer moet iedereen rijden tot op de plaats waar een rijstrook wegvalt. Dus zomaar ergens tussenin proberen in te voegen mag niet. Op de plaats waar de rijstrook wegvalt rijden de voertuigen dan beurtelings op de vrije rijstrook. Als het een rijbaan is met drie rijstroken en er valt langs links en langs rechts een rijstrook weg, dan moet de bestuurder die op de vrije rijstrook rijdt eerst vooraangeven geven aan de bestuurder rechts van hem. Vervolgens aan de bestuurder links van hem. En tenslotte mag hij zelf verder rijden. Een speciale strook is de busstrook waarop je met een auto niet mag rijden en niet mag parkeren. De enige uitzondering, wanneer je er wel mag op rijden, zijn de laatste meters voor een kruispunt, wanneer je daarna links of rechts wil afslaan. Als andere bestuurders op een busstrook mogen rijden, staat het op onderborden of op de busstrook vermeld. Soms worden naast rijstroken of op delen van een rijstrook brede schuine strepen geschilderd. We noemen dit een verdrijvingsvlak. Voor het examen moet je onthouden dat je op een verdrijvingsvlak niet mag rijden, niet mag stilstaan en niet mag parkeren. Wat deze bestuurder dus foutief doet. Dit gevaarsbord toont dat er wegenwerken zijn. Bij wegenwerken worden vaak voorlopige oranje gekleurde doorlopende of onderbroken strepen op het wegdek geschilderd. Deze markeringen hebben dezelfde betekenis als de witte strepen. Zie je zowel witte als oranje gekleurde strepen, dan moet je enkel rekening houden met de voorlopige oranje gekleurde wegmarkeringen en mag je zelfs over een verdrijvingsvlak of over een pechstrook rijden. Er zijn ook enkele aanwijzingsborden die bij wegenwerken worden gebruikt. Voor het examen is het belangrijk dat je de betekenis van alle borden die wij tonen zeer goed kent. Je moet weten onder welke categorie ze vallen. Bijvoorbeeld aanwijzingsborden en wat ze willen zeggen. Lees nu eens de tekst die bij deze les hoort na. Mogelijk staat er nog extra informatie. En maak daarna alle oefenvragen die bij deze les horen. Een fietspad is een onderdeel van de openbare weg waarop fietsers en bromfietsers klasse A moeten rijden. Soms moeten ook bestuurders van een bromfiets klasse B op een fietspad rijden. Een fietspad wordt ofwel aangeduid door een van deze twee borden zoals je in deze twee voorbeelden kunt zien. Ofwel door middel van twee evenwijdige onderbroken strepen waar tussen auto's niet kunnen rijden, zoals hier het geval is. Het fietspad kan zowel links als rechts van de rijbaan liggen. Op sommige plaatsen is het rood gekleurd, maar dat hoeft helemaal niet. Dit gebodsbord met de voetgangers en fiets naast elkaar zegt dat fietsers en bromfietsen klasse A en ook voetgangers dit deel van de openbare weg moeten gebruiken. Bromfietsen klasse B mogen hierop niet rijden. Staan de voetgangers en de fiets niet naast elkaar, maar onder elkaar, dan moeten fietsers en voetgangers dit deel van de openbare weg gebruiken en mogen bromfietsen klasse A of klasse B. Hierop niet rijden. Een wit onderbord kan aangeven wanneer ook bromfietsen klasse B of Pedelecs verplicht op een fietspad moeten rijden, of wanneer ze het helemaal niet mogen. Het fietspad is een onderdeel van de openbare weg. Het is geen onderdeel van de rijbaan. Dit wil dus zeggen dat je met een auto niet op een fietspad mag rijden. Stel dat tijdens het examen gevraagd wordt of je een klein beetje op een fietspad mag rijden. Om een auto die vertraagt langs rechts in te halen, dan is het antwoord nee. Je mag ook niet op een fietspad even stoppen om een passagier te laten in- of uitstappen. Deze twee borden duiden een oversteekplaats voor fietsers en tweewielige bromfietsen aan. Het bovenste gevaarsbord staat op ongeveer 150 meter voor de oversteekplaats en het onderste aanwijzingsbord er vlakbij, zoals je hier kunt zien. Fietsers en bromfietsen die een oversteekplaats willen gaan oprijden, moeten voorrang verlenen aan de bestuurders die op de rijbaan rijden. Eenmaal ze op de oversteekplaats zijn, hebben ze voorrang. Ik vermeld nu ook dat je niet mag stilstaan en niet mag parkeren op een oversteekplaats. Of op de rijbaan op minder dan 5 meter voor een oversteekplaats voor fietsers. En je mag ook geen bestuurder inhalen die vertraagt of stopt voor een oversteekplaats voor fietsers. In sommige gemeenten worden op een deel van de rijbaan stroken geschilderd. Die kunnen roze, groen, beige of nog een andere kleur hebben. Zo'n gekleurde strook noemen we een fietssuggestiestrook en is helemaal geen fietspad. Omdat er geen twee evenwijdige onderbroken strepen of geen verkeersborden zijn die een fietspad aangeven. Zo'n strook is dus eigenlijk niks anders dan een geverfd stuk rijbaan, waarop je met een auto moet rijden en mag stilstaan of parkeren. Een fietsstraat is een straat waar fietsers de belangrijkste weggebruikers zijn, maar waarop ook motorvoertuigen zoals bromfietsen of auto's toegelaten zijn. De maximaal toegelaten snelheid in een fietsstraat is 30 km per uur. En belangrijk, motorvoertuigen mogen daar geen fietsers inhalen. Dit gevaarsbord duidt uiteraard een oversteekplaats voor fietsers en tweewielige bromfietsen aan. Maar dit bord heeft nog een tweede betekenis, namelijk. Dat fietsers of bromfietsers het fietspad gaan verlaten omdat het fietspad gewoon ophoudt. Wanneer een fietser of bromfietser dit bord ziet staan en de rijbaan oprijdt, dan heeft hij voorrang. En moet de bestuurders van auto's en motorfietsen die op de rijbaan rijden, voorrang geven. Dit verbodsbord zegt dat fietsers niet voorbij het bord mogen rijden. En dit aanwijzingsbord duidt een weg aan waarop enkel de bestuurders mogen rijden die op het bord staan aangegeven. Een autosnelweg is een openbare weg waarvan het begin of de oprit wordt aangegeven door dit aanwijzingsbord en het einde of de uitrit door dit bord. Het is zalig rijden op een autosnelweg, omdat er geen verkeerslichten of kruispunten zijn. Motorvoertuigen met hun aanhangwagen mogen op een autosnelweg rijden, behalve bromfietsen, landbouwvoertuigen, vierwielers zonder passagiersruimte en slepen van kermisvoertuigen. In tegenstelling tot gewone wegen waar je maximaal 70 km per uur mag rijden, mag je op de rijstroken van een autosnelweg tot 120 km per uur rijden. Dat kan uiteraard alleen maar als de rijomstandigheden het verantwoorden en bevoegde personen of verkeersborden het niet verbieden. Dit bord zegt bijvoorbeeld dat je op de twee linkse rijstroken slechts 90 km per uur mag rijden en op de rechterrijstrook slechts 70. En dit bord zegt dat je anderhalve kilometer verder op de linker rijstrook gewoon 120 km per uur mag blijven rijden, op de middelste 90 en op de rechterrijstrook 70. Stel dat tijdens het examen zou gevraagd worden of je een ambulance waarin een familielid ligt mag blijven volgen als die sneller rijdt dan 120 km per uur, dan is het antwoord nee. Op een autosnelweg moet je minstens 70 km per uur rijden, uiteraard als de omstandigheden het toelaten. Voertuigen die zo snel niet kunnen of mogen rijden, zoals bromfietsen of tractors of slepen, mogen daarom niet op een autosnelweg. Bij sommige uitritten zie je deze combinatie van borden staan. Dit wil dan zeggen dat je op de afrit maar maximaal 90 km per uur mag rijden. Op de buitenrand van de rechte rijstrook is een dikke witte doorlopende wegmarkering geschilderd. Daarnaast ligt de Pechstrook. Op een pechstrook mag je niet rijden, niet stilstaan en niet parkeren. Als men je zou vragen of je er even mag stoppen om je GPS te controleren of om je iPhone te beantwoorden, dan is het antwoord nee. De enige uitzondering wanneer je op een pechstrook mag rijden is wanneer er met voorlopige oranje wegmarkeringen een rijstrook van gemaakt is. De pechstrook mag, zoals de naam het zegt, enkel gebruikt worden bij pech of bij een ongeval. Stop je er? Dan moet je trouwens onmiddellijk een driehoek op minstens 100 meter voor je auto plaatsen. Op gewone wegen moet dat slechts op 30 meter. De gevaren driehoek moet voor aankomende bestuurders wel altijd zichtbaar zijn van op 50 meter. Voor een bestuurder uitstapt, moet hij een fluo aandoen, dat trouwens verplicht in de auto moet liggen. Passagiers moeten dat niet, maar dragen het best ook. Iedereen neemt zo vlug mogelijk plaats achter de vangrails. Heb je hulp nodig? dan bel je het internationaal alarmnummer 112, een nummer dat je goed moet kennen. Ook op een autosnelweg moet je zoveel mogelijk op de rechterrijstrook rijden. Rijdt een bestuurder voor jou te traag, dan mag je hem links inhalen. Stel dat tijdens het examen gevraagd wordt of je ook langs rechts mag, als een bestuurder traag op een linkerrijstrook blijft rijden, dan is het antwoord nee. Enkel bij zeer druk verkeer en file Speelt het geen rol dat het verkeer op de rechterrijstrook iets sneller gaat dan op de linker. Omdat dit in de wegcode niet als inhalen wordt beschouwd. Bij file mogen motorfietsen trouwens tussen de twee linkse rijstroken inrijden. Maar zij mogen dan slechts 20 km per uur sneller rijden dan de andere voertuigen en maximaal 50 km per uur. Zodra je een auto links hebt ingehaald, moet je terug naar de rechterrijstrook rijden. Behalve als je meerdere voertuigen achter elkaar wilt inhalen. De enige uitzondering is nabij een oprit. In dit voorbeeld mag de witte auto nog even op de linkerrijstrook blijven rijden, zodat de bestuurder van de auto rechts gemakkelijk kan invoegen. Dit noemt men hoffelijk rijgedrag. Om de rijstrook van een autosnelweg veilig te kunnen oprijden, ligt naast de rijstroken een invoegstrook. We vermelden nu al dat de bestuurder die op de invoegstrook rijdt, voorrang moet lenen aan de bestuurders die al op de rijstrook rijden. En als er heel druk verkeer is op de rijstroken, wordt er niet geritst. Een autosnelweg verlaat je via de afrit of de uitrit. De afrit rijdt je best op waar hij begint. En vertragen doe je pas zodra je op de afrit aan het rijden bent. Op een autosnelweg mag je niet... Stilstaan of parkeren, rechtsomkeer maken, achteruit rijden, ook niet als je een afrit hebt gemist, over een dwarsverbinding rijden en je mag ook geen voertuig slepen. Leerlingen met een voorlopig rijbewijs mogen in België ook op een autosnelweg oefenen. Op een autosnelweg zijn geen kruispunten. Plaatsen waar je van de ene autosnelweg naar een andere autosnelweg kunt rijden, noemen we een verkeerswisselaar. Dit bord toont bijvoorbeeld aan dat 1400 meter verder een verkeerswisselaar is. Twee borden zeggen nog iets over de autosnelweg. Het eerste aanwijzingsbord geeft het nummer aan van een internationale weg. In België zijn dat allemaal autosnelwegen. Het onderste bord het nummer van een autosnelweg. Een autoweg is een openbare weg waarvan het begin wordt aangegeven door dit aanwijzingsbord en het einde door dit bord. Een autoweg kan uit twee of meerdere rijstroken bestaan. De rijrichtingen kunnen gescheiden worden door een wegmarkering, zoals je hier ziet, of door een middenberm. Een belangrijk verschil met een autosnelweg is dat op een autoweg kruispunten kunnen zijn en er verkeerslichten kunnen staan. Motorvoertuigen met hun aanhangwagen mogen op een autoweg rijden. Behalve bromfietsen, landbouwvoertuigen, vierwielers zonder passagierruimte en slepen van kermisvoertuigen. Jullie weten al dat je op een autosnelweg onder normale omstandigheden minimaal 70 km per uur moet rijden. Maar op een autoweg is dat niet zo. Daarop mag je traag rijden. Op autosnelwegen is de maximumsnelheid 120 km per uur. Op autowegen buiten de bebouwde kom mag je onder normale omstandigheden 120 km per uur rijden, als elke richting minstens twee rijstroken heeft. En deze gescheiden zijn door een middenberm. Hier zie je dat elke rijrichting uit twee rijstroken bestaat en dat tussen de twee rijrichtingen een berm is. Je mag op deze autoweg dus maximaal 120 km per uur rijden. Als er tenminste geen verkeersbord staat dat een andere maximumsnelheid oplegt. Loopt de autoweg doorheen een bebouwde kom, dan mag je daarop slechts 50 km per uur rijden. Ook als er vier rijstroken zijn. Behalve als een verkeersbord er een andere maximumsnelheid oplegt. Bekijk dus tijdens het examen zeer goed de afbeeldingen. Bovenstaande regels gelden niet alleen voor autowegen, maar ook voor gewone wegen. Op autowegen en gewone wegen buiten de bebouwde kom, waarvan de rijrichtingen gescheiden zijn door wegmarkeringen en er dus geen middenberm is, mag je maximaal maar 70 km per uur rijden. Maar ook hier kunnen andere maximumsnelheden gelden. Binnen een bebouwde kom is het uiteraard maar maximaal 50 km per uur. Heb je pech of een ongeval op een autosnelweg, dan moet je een gevaren driehoek op minstens 100 meter voor de auto plaatsen. Op een autoweg of op gewone wegen moet het slechts 30 meter. Niet vergeten dat een driehoek voor een naderende auto zichtbaar moet zijn van op 50 meter. Als op een autoweg je auto ergens staat waar je niet mag parkeren wegens pech of een ongeval, dan moet, net zoals op een autosnelweg, de bestuurder een fluwhojasje dragen zodra hij uitstapt. Passagiers moeten dat niet. Niet vergeten dat je altijd een fluwhojasje in je auto moet hebben. Heb je geen hulp nodig, dan draai je het internationaal alarmnummer 112. Net zoals op een autosnelweg mag je op een autoweg niet stilstaan of parkeren, rechtsomkeer maken, achteruit rijden, ook niet als je een afrit hebt gemist, of over een dwarsverbinding rijden. En je mag ook geen voertuig slepen. De bebouwde kom is een gebied waarvan de invalswegen worden aangegeven door een van deze aanwijzingsborden. Je verlaat een bebouwde kom zodra je voorbij een van deze borden rijdt. Zolang je binnen de bebouwde kom bent, mag je niet sneller rijden dan 50 km per uur. Ook als de rijbaan vier rijstroken telt, die gescheiden zijn door een wegmarkering of een berm. De enige uitzondering is wanneer een verkeersbord op of voorbij het beginbord van de bebouwde kom een andere snelheid oplegt. In dit voorbeeld mogen bestuurders 70 km per uur rijden tot aan het eerstvolgende kruispunt. Omdat je voorbij dat kruispunt niet zou vergeten dat je nog steeds in de bebouwde kom bent, word je er vaak aan herinnerd door deze combinatie van borden. Verlaat je de bebouwde kom, dan mag je in Vlaanderen op gewone wegen maximaal 70 km per uur rijden. Maar dat is niet altijd zo. Het bovenste bord hier zegt dat je maar maximaal 50 km per uur mag rijden tot aan het eerstvolgende kruispunt. Vergeet niet dat er een groot verschil is tussen een wit en een geel bord, waarop de naam van een gemeente staat. Het eerste bord duidt het begin van de bebouwde kom aan. Het tweede bord is een plaatsnaambord en verwittigt je gewoon dat je op het grondgebied van een gemeente rijdt. Het zegt dus niets over de snelheid waarmee je mag rijden. Het begin van een woonerf wordt aangegeven door dit aanwijzingsbord en het einde door dit. In een woonerf mogen voetgangers op de rijbaan wandelen. Ze mogen het verkeer wel niet nodeloos belemmeren. Kinderen kunnen in een woonerf op de rijbaan spelen. Daarom moet je er zeer voorzichtig rijden, maximaal 20 km per uur. In een woonerf mag je alleen maar een auto parkeren als daarvoor plaatsen zijn voorzien. Je mag je auto dan wel links of rechts op de rijbaan plaatsen. Een zone bestaat uit één of meerdere openbare wegen waarvan het begin wordt aangeduid door een beginzonebord en het einde door een eindezonebord. Zolang je binnen een zone rijdt, geldt de verplichting die je bij het binnenrijden van die zone hebt meegekregen, dag en nacht. Wanneer je voorbij een elektronisch bord rijdt, dan geldt de verplichting alleen als het bord oplicht. Sommige wegen zijn voorbehouden voor bepaalde weggebruikers. Het begin van zo'n weg wordt aangeduid door een aanwijzingsbord. Emblemen in het bord tonen aan welke weggebruikers toegelaten zijn. Dit bord geeft het einde aan van die weg. Op bepaalde dagen en tijdens bepaalde uren kan een straat een speelstraat worden. Zie je dit bord staan, dan mag je die straat niet inrijden, behalve als je daar woont. Bestuurders mogen in een speelstraat slechts stapvoets rijden. En tot slot hebben we de bijzondere overrijdbare bedding. Die wordt aangegeven door dit verkeersbord. Het is een deel van de openbare weg die voorbehouden is voor trams en bussen. Zo'n bijzondere overrijdbare bedding is, net zoals het fietspad, geen onderdeel van de rijbaan. Dat wil dus zeggen dat we daarop niet mogen rijden, behalve als onderborden aangeven dat sommige bestuurders het toch mogen. Ik wijs nog even op het verschil tussen deze twee borden. Is er een doorlopende witte streep, dan is het een bijzondere overrijdbare bedding. Zie je een onderbroken witte streep, dan is het een busstrook. Zoals we in het tweede filmpje al hebben besproken. Voertuigen die niet op een bijzondere overrijdbare bedding mogen rijden, mogen ze wel dwarsen. Bijvoorbeeld om een parkeerplaats die naast die bedding ligt in te nemen of te verlaten. Of om een eigendom op te rijden of te verlaten. En op kruispunten. Stel dat men tijdens het examen vraagt of je de laatste meters voor het kruispunt op de strook rechts van jou mag rijden, dan is het antwoord nee. Want het is een bijzondere overrijdbare bedding. Maar stel dat het om een busstrook zou gaan, dan is het antwoord ja. Reizigers die uitstappen op plaatsen waar geen vluchtheuvel is, moet je voorlaten, zodat ze veilige trottoir kunnen bereiken. Dit moet ook als er geen oversteekplaats voor voetgangers is. Een tram rijdt niet altijd op een bijzondere overrijdbare bedding. Soms liggen de tramsporen gewoon op de rijbaan. In dat geval mag je er natuurlijk wel overrijden. Volgens de wegcode is een weggebruiker elke persoon die gebruik maakt van de openbare weg. Het gaat dus over personen. Een dier, zoals een paard of een hond, en een ding, zoals een fiets of een auto, zijn dus geen weggebruikers. Weggebruikers zijn wel de voetgangers en de bestuurders van voertuigen, waarover we het in de volgende les zullen hebben. Een voetganger is een persoon die zich te voet op de openbare weg verplaatst. Een voetganger moet dit doen op het trottoir of op het voetpad of op de berm. Is er geen voetpad of geen berm, dan mag hij bij voorkeur op het fietspad ofwel op de rijbaan stappen. Ook personen die een winkelkarretje of een kruiwagen voorduwen zijn voetgangers. Net zoals iemand die zich met een rolstoel of een voortbewegingstoestel maar stapvoets verplaatst. Iemand die een defecte bromfiets voorduwt is ook een voetganger. In dit voorbeeld moet het voorduwen op het trottoir gebeuren. Een ruiter of een persoon die een paard begeleidt is geen voetganger, maar wel een bestuurder. Dit verbodsbord zegt dat de toegang verboden is voor voetgangers. En dit gevaarsbord waarschuwt dat je een plaats nadert waar veel kinderen komen. Dit gebodsbord zegt dat ook voetgangers het fietspad mogen gebruiken. Ook bromfietsen klasse A moeten erop rijden. Staan op het bord de fietsen en de voetgangers onder elkaar, dan mogen bromfietsen hierop niet rijden. Als er binnen een afstand van 30 meter een oversteekplaats voor voetgangers of een zebrapad is, dan moeten voetgangers dat gebruiken. Dit aanwijzingsbord staat vlak bij de oversteekplaats. 150 meter ervoor zie je dit gevaarsbord staan. Er zijn drie belangrijke punten die je in verband met een zebrapad moet onthouden. Ten eerste, voetgangers die op het zebrapad stappen of het willen gaan gebruiken, moet je altijd voorrang geven. Rijd dus zeer voorzichtig als je een oversteekplaats nadert. Ten tweede, je mag niet op een oversteekplaats, maar ook niet tot op 5 meter voor een oversteekplaats op de rijbaan parkeren of even stilstaan om bijvoorbeeld iemand te laten in of uitstappen. En het derde punt is dat je nooit een bestuurder mag inhalen die vertraagt of stopt voor een zebrapad. Wat de bestuurder van de grijze auto hier doet is dus een ernstige overtreding. Een voetganger die de rijbaan wil oversteken op een plaats waar geen zebrapad is, moet zelf voorrang verlenen. Toch is de boodschap dat je altijd voorzichtig moet zijn. In een voetgangerszone mag je met een auto enkel rijden als je daarvoor een speciale vergunning hebt. Stel dat men bij het examen zou vragen of je naar rechts mag afslaan om je vriendin te gaan oppikken, dan is het antwoord dus nee. Jullie weten intussen al dat volgens de wegcode een weggebruiker elke persoon is die gebruik maakt van de openbare weg. Dus voetgangers of fietsers of bestuurders van motorvoertuigen zijn allemaal weggebruikers. Een bestuurder is volgens de wegcode een persoon die ofwel een voertuig bestuurt, en dat kunnen motorloze voertuigen zijn zoals in deze voorbeelden, of motorvoertuigen zoals je hier ziet. Een bestuurder is ook iemand die trek- of last- of rijdieren op de openbare weg geleidt of bewaakt. De man die hier naast de zeer jonge ruiter stapt is dus een bestuurder. Net zoals iemand die met een huifkar rijdt, of een boer die zijn koeien over de weg begeleidt. Jullie weten al dat een persoon die een bromfiets voorduwt geen bestuurder is, maar wel een voetganger. Hij moet dus geen helm dragen, maar wel op het voetpad stappen. Maar iemand die een motorfiets duwt, is een bestuurder en moet dus wel een helm dragen, en op de rijbaan stappen en een rijbewijs hebben. Ook een bestuurder die uitgestapt is en zijn auto even verder duwt, blijft een bestuurder. Vanaf nu moeten jullie goed onthouden dat, wanneer we het in de volgende lessen over weggebruikers hebben, iedereen bedoeld wordt die de openbare weg gebruikt. Dus zowel voetgangers als bestuurders van motorloze of motorvoertuigen. En hebben we het over bestuurders, dan zijn de voetgangers niet inbegrepen. Een verkeersregel of een verkeersbord geldt trouwens niet altijd voor elke soort bestuurder. Hier zie je bijvoorbeeld enkele verkeersborden die slechts voor bepaalde bestuurders gelden. Hun juiste betekenis vind je op onze site onder dit filmpje. In de volgende lessen zal het voornamelijk gaan over bestuurders van voertuigen met een MTM van maximaal 3,5 ton. Dat klinkt uiteraard zeer ingewikkeld, maar dat zijn nu net de voertuigen waarmee je met een voorlopig of definitief rijbewijs B mag rijden. Meer daarover in de volgende les. Met een voorlopig of een definitief rijbewijs B mag je rijden met een personenauto. Met een auto voor dubbel gebruik, met een minibus en met een lichte vrachtauto. Een personenauto is een auto waarvan de maximaal toegelaten massa niet hoger is dan 3,5 ton. Maar wat is dat, de maximaal toegelaten massa? Eenvoudig gezegd is dat het maximale totale gewicht dat een auto mag wegen. Dat gewicht wordt bepaald door de fabrikant. Als je de auto nog zwaarder zou beladen, dan voldoet hij niet meer aan de veiligheidsnormen die de fabrikant voorschrijft. Er mogen ook maar maximaal 9 zitplaatsen zijn. 1 voor de bestuurder en 8 voor de passagiers. Een auto met zoveel plaatsen noemt men trouwens een minibus. Hier zie je enkele verkeersborden die te maken hebben met de NTM van een voertuig. De juiste betekenis staat op onze site onder dit filmpje. Veronderstel dat men tijdens het examen zou vragen met welke maximumsnelheid een personenauto voorbij deze borden mag rijden. Laten we het even van nabij bekijken. Het is een autoweg en zijn 2x2 rijstroken die gescheiden zijn door een berm. Normaal gesproken mag je dus 120 km per uur rijden. Maar er staan ook verkeersborden. Het bovenste bord samen met het onderbord Zegt dat de bestuurders van voertuigen met een MTM van meer dan 3,5 ton maar 70 km per uur mogen rijden. Dat telt dus niet voor een personenauto. Het onderste bord zegt dat de andere bestuurders 90 km per uur mogen rijden. Het antwoord op de vraag is dus maximaal 90 km per uur. Hoe kleiner een auto, hoe lager de MTM. En hoe groter de auto, hoe hoger. Zolang de maximaal toegelaten massa van een auto niet hoger is dan 3500 kilogram, mag je er met een rijbewijs B mee rijden. Dit verkeersbord gaat niet over de maximaal toegelaten massa, maar over de massa in beladen toestand. Wat wil dat zeggen? De massa in beladen toestand is het echte gewicht van de auto en van de personen en van de lading als je al dat gewicht samen op dat ogenblik op de weegschaal zou zetten. Veronderstel dat het gewicht van de lege auto met de benzine en het water dat erin is, 1500 kilogram bedraagt. De bestuurder die ermee rijdt, weegt 75 kilogram. De passagier, 40 kilogram. En de zak aardappelen in de koffer, weegt 50 kilogram. Dan is op dat moment de massa in beladen toestand, 1665 kilogram. Wat dus veel lager is dan de MTM die de fabrikant voor de auto heeft voorzien. Dit zijn verkeersborden die betrekking hebben op de massa in beladen toestand. Een gedetailleerde uitleg vind je op onze site onder deze film. Als men tijdens het examen zou vragen of je met een personenauto over deze brug mag rijden, dan is het antwoord ja. Een vrachtauto met 5 ton lading mag het uiteraard niet. Zorg ervoor dat je altijd een gevaade driehoek, een verbanddoosje, een brandblusstoestel en een fluovesje in de auto hebt. Onthoud deze vier zaken goed, want er wordt zeker een examenvraag over gesteld. Andere zaken zoals een trekkabel of een krik of een reservewiel of een parkeerschijf moeten niet verplicht in de auto aanwezig zijn. Het is natuurlijk wel handig als je ze bij hebt. Ook een aantal originele documenten moeten in de auto zijn. Om te beginnen het gelijkvormigheidsattest, dat door de fabrikant wordt afgeleverd. Koop je ooit een tweedehandswagen, check dan of dat document erbij is. De auto moet uiteraard verzekerd zijn. En ingeschreven zijn bij de DIV, zodat hij een nummerplaat heeft. En als het geen nieuwe auto is, moet ook het keuringsbewijs in de auto liggen. In de volgende lessen. Bekijken we de lading en de lichten van een auto. Een auto samen met zijn lading mag maximaal 4 meter hoog zijn. Omdat bruggen of tunnels soms lager zijn, kan dit bord een andere maximumhoogte opleggen. Dat dergelijk bord er niet zomaar staat, hebben bestuurders van vrachtauto's en bussen al vaak ondervonden. Iets op het dak van een auto vervoeren verhoogt de luchtweerstand en het brandstofverbruik. Daarom verwijder je best een ski-box of een imperiaal van het dak van de auto als je het niet nodig hebt. Ook een fiets plaats je beter achteraan de auto in plaats van op het dak. Een voertuigzaam met zijn lading mag ook niet breder zijn dan 2,55 meter. Op plaatsen waar de rijbaan niet breed genoeg is, geeft dit bord een andere maximumbreedte aan. Een lading mag vooraan nooit buiten het koetswerk van de auto uitsteken. Hou daar dus rekening mee als je ooit een ladder op het imperiaal vervoert. Achteraan mag dat maximaal 1 meter. Maar veronderstel dat je toch een lading moet vervoeren die langer is en ondeelbaar of niet kan ingeschoven of samengeplooid worden. Dan mag die tot maximaal 3 meter buiten het koetswerk achteraan uitkomen. Op voorwaarde dat je dit waarschuwingsbord achteraan de lading hangt. Moeten de lichten van de auto branden, dan moet ook een naar achter gericht rood licht en een oranje reflector aan elke zijkant van de lading aangebracht worden. Dit verbodsbord zegt dat alle soorten voertuigen, dus niet alleen vrachtwagens met hun lading of slepen die langer zijn dan de aangegeven lengte, niet verder mogen rijden. Opdat de bestuurder voldoende comfort zou hebben, moet zijn zitplaats minstens 55 cm breed zijn. Voor de passagier volstaat een breedte van 40 cm. Elke zitplaats in de auto moet voorzien zijn van een veiligheidsgordel. En zowel de bestuurder als de passagier moeten de gordel dragen. Een bestuurder die achteruit rijdt, moet geen gordel dragen ook taxibestuurders die klanten vervoeren hoeven het niet. Net zoals postbodes die pakjes van huis tot huis brengen. En ook bevoegde personen en hulpdiensten zijn vrijgesteld van de gordel als hun job het vereist. Zwangere vrouwen moeten wel een gordel dragen. Kinderen tot 18 jaar en kleiner dan 1,35 meter moeten in een aangepast veiligheidszitje vervoerd worden. De lichten van een auto hebben een dubbele functie, namelijk zelf beter te kunnen zien en beter gezien te worden door de andere weggebruikers zonder ze te verblinden. Hiervoor gebruikt een bestuurder vier soorten lichten: er zijn de dimlichten, waarmee men meestal rijdt als het donker is, en de grootlichten, die ook wel eens de verstralers worden genoemd. De meeste auto's hebben vooraan ook mistlichten, en tot slot zijn er de standlichten. Die het minst licht geven. Wanneer de dimlichten of de grootlichten aan zijn, branden tegelijkertijd vooraan de standlichten en achteraan de auto ook twee rode lampen. De dimlichten en/of de grootlichten moeten aangezet worden zodra het buiten donker wordt of is. Ze moeten tijdens de dag ook gebruikt worden bij regen, mist of sneeuw, of andere omstandigheden. Wanneer je niet verder kunt zien dan 200 meter. Er zijn enkele uitzonderingen wanneer de grootlichten niet mogen schijnen. Dat is zo wanneer de weg onafgebroken en voldoende verlicht is zodat je 100 meter kunt zien. Je mag ze ook niet gebruiken wanneer je er een tegenligger mee zou verblinden of wanneer er dichter dan 50 meter voor jou een auto rijdt die niet onmiddellijk gaat inhalen. Je moet ook de grootlichten doven. Wanneer je een spoorvoertuig of een vaartuig nadert. De voorste mistlampen moeten niet verplicht op een auto staan. Ze moeten dus ook nooit verplicht branden. Ze mogen gebruikt worden bij mist, regen of sneeuwval, samen met de dimlichten of eventueel zonder de dimlichten. Een auto moet wel één of twee rode achtermistlichten hebben, die moeten schijnen bij mist en sneeuwval. Als de zichtbaarheid minder dan ongeveer 100 meter bedraagt. En bij hevige regen moeten ze in België altijd branden. In Nederland mag het dan absoluut niet. Wanneer je stilstaat of parkeert op de rijbaan of op de berm, tussen het vallen van de avond en het aanbreken van de dag, en in alle omstandigheden, wanneer het niet meer mogelijk is duidelijk te zien tot op een afstand van ongeveer 200 meter. Moeten vooraan één of twee witte of gele standlichten en achteraan één of twee rode lichten branden. Bij mistig weer, sneeuwval of fel regen mogen de dimlichten of de voormistlichten en ook de achtermistlichten gebruikt worden, maar het moet niet. Binnen een bebouwde kom mogen de standlichten en de rode achterlichten vervangen worden door een parkeerlicht wanneer het voertuig evenwijdig met de aslijn van de rijbaan geplaatst is en er geen aanhangwagen aangekoppeld is. Alleen het parkeerlicht dat zich aan de kant van de aslijn van de rijbaan bevindt mag dan gebruikt worden. De vier waarschuwingslichten van een auto mogen enkel branden als je auto defect is. Of om andere bestuurders te waarschuwen voor een ongeval, een file of een lading die op de weg ligt. Bestuurders van een schoolbus schakelen de waarschuwingslichten aan terwijl kinderen in- of uitstappen. Sommige bestuurders laten de vier waarschuwingslichten wel eens branden als ze hun auto ergens verkeerd geparkeerd hebben. Maar zo begaan ze een extra overtreding. Een auto heeft vooraan en achteraan ook richtingaanwijzers. Hoe en wanneer die moeten gebruikt worden, leren we in een volgende les. Tot slot vermeld ik nog dat als je in een tunnel rijdt, de dimlichten moeten branden en je best je zonnebril afzet. Hangt er dichte rook in de tunnel, dan moet je de auto op de rechterrijstrook parkeren, de contactsleutel op de auto laten zitten en zelf via een nooduitgang de tunnel verlaten. Op een autosnelweg is de maximaal toegelaten snelheid 120 km per uur, behalve wanneer verkeersborden een andere maximumsnelheid opleggen. Dit kan trouwens ook door middel van matrixborden die boven de rijstroken hangen. Nabij afritten staat soms deze combinatie van borden. De snelheidsbeperking geldt dan enkel op de afrit. Wil je een autosnelweg verlaten, dan begin je pas te remmen van zodra je op de afrit rijdt. Op een autoweg is er geen verplichte minimumsnelheid. Toch mag je niet vergeten dat ergens abnormaal traag rijden ook een overtreding is. De maximumsnelheid op autowegen en op gewone wegen hangt af van het soort weg waarop je rijdt. Zijn er minstens 2x2 rijstroken die gescheiden zijn door een middenberm, dan mag je 120 km per uur rijden. Behalve wanneer verkeersborden een andere maximumsnelheid opleggen. Rijd je binnen een bebouwde kom? Dan mag je slechts 50 km per uur rijden. Maar ook hier kan een bord een andere maximumsnelheid opleggen. Bestaat de autoweg of de gewone weg uit twee, drie of meer rijstroken die gescheiden zijn door een wegmarkering, dan is de maximaal toegelaten snelheid in Vlaanderen buiten een bebouwde kom 70 km per uur. Tenzij verkeersborden een andere snelheid opleggen. Soms staat op een blauw onderbord vanaf waar de snelheidsbeperking begint. In dit voorbeeld vanaf 200 meter verder tot aan het eerstvolgende kruispunt. Ik vermeld ook nog even dat N-wegen gewone wegen zijn. In een woonerf mogen voetgangers op de rijbaan wandelen en kinderen er spelen. Daarom mag je er maximaal maar 20 km per uur rijden. Binnen een bebouwde kom is de maximaal toegelaten snelheid 50 km per uur. Maar zoals jullie al weten, kan ook hier door borden een lagere of hogere maximumsnelheid opgelegd worden. In een zone mag je zowel tijdens de dag als nachts niet sneller rijden dan op het zonebord staat vermeld, tot je de zone verlaat. Elektronische zoneborden gelden enkel als ze oplichten. Ook op een weg die voorbehouden is voor bepaalde weggebruikers, mag maximaal maar 30 km per uur gereden worden, net zoals in een fietstraat. Bestuurders die een vergunning hebben om in een voetgangerszone te rijden of in een speelstraat, moeten dit stapvoets doen. Een verhoogde inrichting wordt meestal aangekondigd door dit gevaarsbord. Bij de inrichting zelf staat dit aanwijzingsbord. De maximumsnelheid op een verhoogde inrichting is 30 km per uur. Belangrijk is ook dat je op een verhoogde inrichting geen enkel voertuig langs links mag inhalen, zelfs geen fiets. Voor het examen is het ook belangrijk dat je het verschil kent tussen deze drie borden. Het eerste zegt dat 150 meter verder een verhoogde inrichting is. In het tweede voorbeeld zegt het onderbord dat de verhoogde inrichting 200 meter verder is. En in de laatste afbeelding zegt het onderbord dat 150 meter verder enkele verhoogde inrichtingen zijn over een afstand van 500 meter. Te snel rijden is uiteraard een overtreding. Maar wat sommigen tijdens het praktijkexamen wel eens vergeten is dat onder normale omstandigheden overdreven traag rijden ook een overtreding is. Je moet wel je snelheid altijd aanpassen aan de omstandigheden, zoals het weer, de staat van het wegdek, de verkeersdrukte. Jullie weten intussen al met welke maximumsnelheid je op de openbare wegen mag rijden. Niet alleen te snel rijden, maar ook abnormaal traag rijden, zodat iedereen je moet inhalen, is een overtreding. Laten we nu even kijken welke veilige afstand tussen twee rijdende auto's moet bewaard worden. We noemen dat de veilige volgafstand. Hoe sneller je rijdt, hoe meer afstand je moet bewaren. Via een eenvoudige formule kan je die afstanden berekenen, namelijk. De snelheid waarmee je rijdt, gedeeld door 2. Stel dat in dit voorbeeld de auto's 120 km per uur rijden. Dan is de veilige volgafstand 60 meter. En rijden ze 100 km per uur, dan wordt het 50 meter. De stopafstand is de afstand die een auto aflegt tussen het moment dat een bestuurder ziet dat hij voor iets moet remmen tot het ogenblik dat de auto stilstaat. Stel dat deze bestuurder plots een ongeval ziet gebeuren. Tussen het ogenblik dat hij het ongeval ziet en het moment dat hij die prikkel in zijn hersenen verwerkt en beseft dat hij zijn voet op het rempedaal moet brengen, is de auto al een aantal meter verder gereden. Hoe sneller hij rijdt, hoe groter de afstand wordt die tijdens de reactietijd wordt afgelegd, en hoe langer de reactieafstand. Bij 50 km per uur is de reactieafstand bijvoorbeeld 15 meter. Bij 90 km per uur 27 meter. En rijd je 120 km per uur, dan wordt het al 36 meter. Nog voor je het rempedaal hebt ingedrukt. De afstand die de auto aflegt vanaf het ogenblik dat de bestuurder het rempedaal indrukt tot de auto volledig stilstaat, is de remweg, of remafstand. Ook hier, hoe sneller je rijdt, hoe langer de remafstand. De remweg verschilt trouwens ook nog eens op een droog en op een nat wegdek. En zoals je hier kunt zien is de remweg op een nat wegdek duidelijk langer. De stopafstand is de afstand die een auto aflegt tijdens de reactieafstand en de remafstand samen. Op deze grafiek zie je dat, hoe hoger de snelheid waarmee je rijdt, hoe langer die stopafstand wordt. Er bestaan allerhande ingewikkelde formules om de stopafstand te berekenen. Maar het theorie-examen of veilig rijden is nu eenmaal geen wiskunde. Kijk daarom onderaan dit filmpje op onze site voor wat je precies moet kennen. Sommige voertuigen zijn uitgerust met ABS of anti-blokkeersysteem. Dit voorkomt dat de banden op het wegdek gaan slippen als je fel remt. Remmen met ABS wil niet noodzakelijk zeggen dat de remafstand korter wordt dan remmen zonder ABS. En rem je met ABS op een nat wegdek, dan zal de afstand langer zijn dan met ABS op een droog wegdek. Tot slot vermeld ik nog dat om veilig te rijden en te remmen, de banden van de auto in goede staat moeten zijn. De profieldiepte moet minstens 1,6 mm zijn. Maar dat is een absoluut minimum. En de bandendruk moet volgens de voorschriften van de fabrikant zijn. Maak je een lange uitstap. Of moet je een zware lading vervoeren, dan verhoog je best de druk een beetje. Voertuigen moeten zoveel mogelijk rechts op de rijbaan rijden en zijn er rijstroken? Op de rechterrijstrook, zodat er met tegenliggers veilig langs rechts kan gekruist worden. Is de rijbaan erg smal, dan mag je tijdens het kruisen ook over de gelijkgrondse berm rijden. Op sommige plaatsen is naast de rijbaan een brede witte streep geschilderd. Naast die streep ligt een gedeelte van de openbare weg waarop auto's kunnen parkeren of stilstaan. Daarop mag je niet rijden om voertuigen te kruisen. Ook op een fietspad mag het niet. Maar wel op een fietssuggestiestrook, die je hier ziet of op de berm. Soms wordt de rijbaan smaller. Jullie weten al dat een wegversmalling door een van deze borden kan worden aangegeven. Als er geen borden staan die de voorrang verlenen, dan moet de bestuurder langs wiens zijde de hindernis is voorrang verlenen. Maar de voorrang kan ook geregeld worden door verkeersborden. De bestuurder die dit bord ziet staan, moet voorrang verlenen. De andere bestuurder ziet rechts van hem dit bord staan en weet dat hij voorrang heeft en mag dus als eerste verder rijden. Op sommige rijbanen staat dit verkeersbord. Dat zegt dat het een weg is met eenrichtingsverkeer. Daar zul je dus geen andere auto's kruisen. Maar opgelet: het is wel mogelijk dat een onderbord aangeeft dat sommige bestuurders, bijvoorbeeld fietsers of bromfietsers klasse A, op die weg in beide richtingen mogen rijden. Op een weg met eenrichtingsverkeer moet je in normale omstandigheden ook rechts rijden, tenzij er een uitzondering is, zoals we in een vorige les reeds uitgelegd hebben. Hoewel we er in een volgende les dieper op ingaan, wil ik jullie er alvast op wijzen dat er een groot verschil is tussen dit bord en dit. Het eerste is een aanwijzingsbord, en dat geeft dus aan dat het een weg is met eenrichtingsverkeer. Het tweede is een gebodsbord. Dat zegt dat je verplicht bent de aangegeven richting te volgen. Laat je dus tijdens het examen niet vangen. Het kruisen van spoorvoertuigen gebeurt ook rechts. Je mag een tram links kruisen als de doorgang te eng is, of er zich een geparkeerd of stilstaand voertuig bevindt, of als er een hindernis is. Uiteraard mag je bij het links kruisen geen tegenligger hinderen of in gevaar brengen. Het is dus belangrijk. Om je er op voorhand van te vergewissen of er een tegenligger aankomt. Ook op kruispunten moeten voertuigen rechts rijden, behalve als het kruispunt door middel van pijlen zodanig is ingericht dat het niet anders kan. Wanneer een voertuig trager rijdt dan de maximaal toegelaten snelheid, dan kan je dat links inhalen. Om over inhalen te kunnen spreken, moet het voertuig voor jou wel in beweging zijn. Als dat voertuig niet rijdt, spreken we over voorbijrijden. Voor je een voertuig links inhaalt, moet je jezelf eerst wat vragen stellen. Rijdt de bestuurder voor mij trager dan de maximaal toegelaten snelheid? En kan ik hem op zeer korte tijd inhalen zonder daarbij zelf een snelheidsovertreding te begaan? Er is geen tegenligger die nadert. Of word je misschien zelf ingehaald door een achterligger? En is er voldoende plaats zodat je na het inhalen terug kunt invoegen? En zijn er misschien borden of regels die op deze weg het inhalen verbieden? Over die regels zal trouwens onze volgende les gaan. Wanneer je de vijf voorgaande punten hebt overwogen en het inhalen kan veilig gebeuren, dan zet je de linkerrichtingaanwijzer aan, waarna je de zijdelinkse verplaatsing naar links maakt. Eenmaal de zijdelingse verplaatsing is beëindigd, schakel je de richtingaanwijzer uit en kan je het voertuig inhalen. Een bestuurder die ingehaald wordt, mag niet beginnen versnellen of naar links uitwijken. Zodra je het voertuig hebt ingehaald, zet je de rechterrichtingsaanwijzer aan. En rijd je opnieuw naar rechts. Op een rijbaan met tweerichtingsverkeer mag je in principe maar één voertuig tegelijkertijd inhalen. Zijn er meerdere rijstroken in de gevolgde richting, dan mag je meerdere voertuigen tegelijk inhalen. De bestuurder van deze motorfiets heeft net een voertuig ingehaald en moet dus opnieuw naar de rechte rijstrook rijden. Veronderstel nu even dat het een bestuurder is die gewoon op de middelste rijstrook rijdt. Als jij hem wil inhalen, dan mag je dat niet langs rechts doen. Dat zou trouwens een zware overtreding zijn. Om hem in te halen, moet je naar de linkerrijstrook rijden. Ik vermeld nog even dat ter hoogte van een invoegstrook je na het inhalen van een voertuig niet onmiddellijk terug naar rechts moet, zodat andere bestuurders weinig de autosnelweg kunnen oprijden. In twee gevallen mag rechts ingehaald worden. Dat is zo wanneer de voorligger naar links pinkt en hij zich al naar links heeft bewogen om die beweging gemakkelijk uit te voeren. Bij het rechts inhalen mag je zeker niet rijden op de strook naast de dikke witte streep, die bestemd is om te parkeren. En ook niet over een fietspad, maar je mag wel over de gelijkgrondse berm rijden. Ook een tram haal je rechts in. Is rechts inhalen niet mogelijk omdat de doorgang te eng is, bijvoorbeeld door werken, of omdat een auto geparkeerd of stilstaat, dan mag het links, op voorwaarde dat het veilig kan. Liggen de sporen rechts op de rijbaan, dan mag het uiteraard ook links. De wegcode spreekt niet over inhalen wanneer er file is en het verkeer op de ene rijstrook wat sneller rijdt dan op de andere. En evenmin als je deze aanwijzingsborden of deze volgt, waarbij je een richting of bestemming kan kiezen en dus ook een rijstrook. Ook niet wanneer Binnen de bebouwde kom op een eenrichtingsweg die verdeeld is in rijstroken, of binnen de bebouwde kom op een tweerichtingsweg met vier of meer rijstroken, waarvan tenminste twee voor elke rijrichting, bestuurders de rijstrook volgen die het best aan hun bestemming beantwoordt. Tot slot herhaal ik nog even dat motorfietsen bij file tussen de voertuigen in mogen rijden. Op auto of autosnelwegen, Mag dat alleen maar tussen de twee meest linkse rijstroken. Ze mogen daarbij niet sneller rijden dan 50 km per uur. En ook maar maximaal 20 km per uur sneller dan de voertuigen die ze inhalen. Ik herhaal nog even dat je over een witte onderbroken streep mag rijden om een voertuig links in te halen. En ook over een gele. Zijn een doorlopende en onderbroken streep naast elkaar getrokken? Dan mag het ook, als de onderbroken langs jouw zijde is. Eenmaal ingehaald moet je dan over de doorlopende streep rijden om je terug naar rechts te begeven. Over een doorlopende witte of gele streep mag je niet rijden om links in te halen. Op een verhoogde inrichting is de maximaal toegelaten snelheid 30 km per uur. Je mag er geen enkel voertuig links inhalen, zelfs geen fiets. Er zijn ook twee verbodsborden die het links inhalen verbieden. Het eerste bord zegt dat het verboden is om een gespan of een voertuig met meer dan twee wielen links in te halen. Een autobestuurder mag dus wel een tweewielige motorfiets links inhalen. Maar de bestuurder van de motorfiets mag geen auto inhalen, want een auto heeft meer dan twee wielen. Het inhaalverbod geldt tot aan het eerstvolgende kruispunt. Of stopt eerder als je dit bord ziet staan. Het tweede verbodsbord zegt dat vrachtauto's of slepen met een NTM van meer dan 3500 kilogram geen gespan of geen voertuigen met meer dan twee wielen mogen inhalen. Een bestuurder van een personenauto mag voorbij dit bord dus wel een vrachtauto inhalen. En ook een autobus mag inhalen, want dat is geen vrachtauto. Bekijken we ook nog even deze combinatie van borden. De eerste combinatie zegt dat 200 meter verder het verboden is een gespan of een voertuig met meer dan twee wielen links in te halen. En dat vanaf nu iedereen maar maximaal 90 km per uur mag rijden. De tweede combinatie zegt dat je 200 meter verder maar 90 km per uur mag rijden en dat vanaf nu links inhalen verboden is. Stel dat tijdens het examen gevraagd wordt of een bestuurder van een personenauto, een vrachtauto, links mag inhalen. Dan is het antwoord ja. 200 meter verder mag het niet meer en vrachtauto's mogen vanaf hier al niet meer inhalen. Er zijn ook verkeersregels die zeggen wanneer het verboden is om een gespan, een voertuig met meer dan twee wielen en een tweewielig motorvoertuig in te halen. Dat is zo op overwegen die aangeduid zijn door een van deze borden, behalve als er slagbomen zijn of het maanwitlicht brandt. Ook op kruispunten waar de voorrang van rechts geldt of waar je voorrang moet verlenen mag je niet links inhalen. En ook niet voor de top van een steile helling of in een bocht, wanneer de zichtbaarheid onvoldoende is. Het mag wel als het veilig kan, zonder over de witte doorlopende streep te rijden, die de rijrichting scheidt. En in de vorige lessen is al enkele malen gezegd dat inhalen niet mag op of op de rijbaan voor een oversteekplaats voor voetgangers of fietsers. Onder tripleren verstaan we een voertuig inhalen dat zelf al een ander voertuig aan het inhalen is. Op een rijbaan met tweerichtingsverkeer mag je een auto inhalen die een tweewielige bromfiets of motorfiets aan het inhalen is. Je mag echter geen auto inhalen terwijl die een andere auto inhaalt. Op een weg met eenrichtingsverkeer met minstens drie rijstroken in je rijrichting, zoals een eenrichtingsweg met drie rijstroken, of een autosnelweg met drie rijstroken, mag je wel een auto inhalen terwijl die een andere auto inhaalt. Wanneer op een kruispunt een agent één arm in de hoogte steekt, dan moeten alle weggebruikers stoppen. En wie zich al op het kruispunt bevindt, moet het zo snel mogelijk verlaten. Houdt een agent zijn beide armen horizontaal gestrekt, dan moeten de weggebruikers die naar zijn buik en zijn rug toe komen stoppen. Weggebruikers die naar zijn vingertoppen of zijn zijkant toe komen, mogen verder het kruispunt oprijden om er rechtdoor of naar links of naar rechts af te slaan. In dit voorbeeld rijdt de blauwe auto naar de buik van de agent toe. Hij moet dus stoppen. De bruine auto rijdt naar de vingerstoppen van de agent toe en mag het kruispunt oprijden om er recht door of naar links of naar rechts af te slaan. Een agent met twee armen horizontaal gestrekt geeft net hetzelfde bevel als met één arm horizontaal gestrekt. In het voorbeeld van daarnet is het bevel hetzelfde. Als de agent maar één arm gestrekt zou houden. Soms zwaait een agent met een rode lamp in de richting van een bestuurder. Die moet dan stoppen. Vaak horen we een agent op een fluitje blazen. Hij doet dit alleen maar om de aandacht te trekken, opdat men zou kijken naar het bevel dat hij met zijn armen geeft. Er zijn personen zoals gemachtigde opzichters, wegkapiteins. Gemachtigde signaalgevers of groepsleiders bij voetgangers of ruiters die aanwijzingen kunnen geven die de weggebruikers moeten opvolgen. Deze personen zijn echter geen bevoegde personen en bij gevolg kunnen zij geen bevelen geven, geen vaststellingen doen, geen verkeer regelen en geen bekeuringen uitschrijven. Op kruispunten waar geen verkeerslichten staan, kunnen zij het verkeer stilleggen, op voorwaarde dat zij herkenbaar zijn, en het verkeersbord C3 met een stok omhoog steken. Een prioritair voertuig is een voertuig dat uitgerust is met blauwe zwaailichten en een speciaal alarmsignaal, zoals politie- en brandweerwagens en de ambulances van hulpdiensten. Wat moet je nu doen als je een prioritair voertuig ziet? Zijn de blauwe zwaailichten niet aan of branden die, maar is er geen alarmsignaal te horen, dan mag je gewoon verder rijden. Maar schijnen de blauwe zwaailichten en hoor je het alarmsignaal, dan moet je voorrang verlenen. Indien nodig de rijbaan verlaten of vertragen of stoppen. Hier zie je de hiërarchische volgorde: met bovenaan de politieagent, een stap lager de verkeerslichten, daaronder de verkeersborden en onderaan de verkeersregels. Jullie kennen al een aantal verkeersregels. Maar verkeersborden gaan boven de regels. Het rode bord zegt dat hier de maximaal toegelaten snelheid slechts 70 km per uur is. Verkeerslichten staan nog een stap hoger. En is er een bevoegd persoon, dan tellen de lichten niet meer, maar alleen zijn bevelen. Zelfs een ambulance met zwaailichten en alarmsignaal moet stoppen als een agent het bevel geeft. Tot slot herhaal ik nog even dat 112 het internationale alarmnummer is voor de hulpdiensten. Een rond-rood verkeerslicht rechts van jou, dan duidt een stopstreep de plaats aan waar je moet stoppen. Is er geen stopstreep, dan mag je niet voorbij het verkeerslicht rijden. Zo'n rond verkeerslicht moet rechts van jou staan, maar het kan boven de rijbaan en ook links herhaald worden. Staat het enkel links van jou, dan moet je er geen rekening mee houden. Zo mag de bestuurder van deze rode auto het kruispunt oprijden. Wordt het licht groen. Dan mag je het kruispunt oprijden op voorwaarde dat het vrij is. Op veel plaatsen zul je onder het groene licht een bord zien staan dat de voorrang regelt. Deze borden gelden echter niet als de verkeerslichten werken. Wordt het licht oranje-geel, dan mag je het niet voorbijrijden en stop je voor de stopstreep. Je mag enkel doorrijden als je echt niet veilig meer kunt stoppen. Na enkele seconden wordt het licht rood. Het rode licht, het vast oranje-geel licht en het groene licht mogen respectievelijk vervangen worden door één of meer rode, oranje-gele of groene pijlen. Deze pijlen hebben dezelfde betekenis als de ronde lichten. Maar het verbod of de toegang geldt dan enkel voor de richtingen die door de pijlen worden aangegeven. Je mag ook voorbij een knipperend oranje-geel licht rijden, maar dan moet je wel rekening houden met de borden die de voorrang regelen en met de voorrangregels. En extra voorzichtig zijn. Op sommige kruispunten is met een wegmarkering een opstelvak voor fietsers of tweewielige bromfietsen gemaakt. Auto's moeten, als het licht oranje-geel wordt of rood is, stoppen voor de eerste stopstreep. Dat is de streep die de bestuurders het eerst zien. Fietsers en tweewielige bromfietsen stoppen voor de tweede stopstreep. Soms is er bij de ronde verkeerslichten een groene pijl geplaatst. Brandt een groene pijl terwijl ook het ronde rode licht brandt, dan wil dit zeggen dat voertuigen in de richting van de pijl mogen afslaan. Maar wil een bestuurder het kruispunt oprijden, moet hij wel heel voorzichtig zijn en voorrang verlenen aan alle weggebruikers die uit de andere richtingen komen. De blauwe auto mag het kruispunt oprijden, maar indien nodig, eerst voorrang verlenen aan weggebruikers die uit andere richtingen kunnen komen. In dit voorbeeld mag blauwe auto 2 het kruispunt oprijden en moet auto 1 stoppen bij de stopstreep. En nu mag blauwe auto 1 het kruispunt oprijden en moet auto 2 stoppen. Op een kruispunt waar normaal het grootste deel van het verkeer naar links afslaat, kan een afzonderlijk geplaatste groene pijl aanduiden dat het verkeer dat uit de tegenovergestelde richting komt, Tegengehouden wordt door een rood licht. Bestuurders die naar links moeten kunnen zo gemakkelijk het kruispunt ontruimen. Wanneer er geen tegenliggers zijn, mag je het kruispunt natuurlijk ook ontruimen zonder dat de groene ontruimingspijl brandt. Brandt de groene ontruimingspijl, dan mag je niet nog vlug-vlug voorbij het rood licht het kruispunt oprijden. Op sommige grote wegen hangen boven de rijstroken pijlen. Groene pijlen boven de rijstroken willen zeggen dat het toegelaten is om op deze rijstroken te rijden. Maar hou er rekening mee dat je in normale omstandigheden de meest rechtse rijstrook moet kiezen. De linkse rijstroken mag je gebruiken om links in te halen. Of waar blauwe borden met pijlen staan om je naar een bepaalde bestemming te begeven. Of bij heel druk fileverkeer. Een oranje gehele pijl zegt dat je een bepaalde rijstrook moet verlaten. En verschijnt er een rood kruis? Dan mag je helemaal niet meer op die rijstrook rijden. Nader je een overweg en knippert het maanlicht wit, dan mag je de overweg oprijden. Ik herinner er jullie nog even aan dat als een overweg wordt aangeduid door een van deze borden en het maanwit licht knippert, je dan voertuigen mag inhalen. Beurtelings knipperende rode lichten zeggen dat niemand de overweg mag oversteken. Ook geen voetgangers. Voorbij deze rode lichten rijden is een ernstige overtreding. En zoals bij elke ernstige overtreding kan je rijbewijs meteen ingetrokken worden. Autobestuurders moeten geen rekening houden met de speciale lichten voor fietsers of voor voetgangers. Tot slot vermeld ik nog dat er ook lichten zijn voor trams. Hun betekenis vind je onder dit filmpje op onze site. Het gele bord dat je hier ziet geeft aan dat je op een voorrangsweg rijdt en voorrang hebt op de volgende kruispunten. Uiteraard moet je steeds rekening houden met de verkeerslichten en de bevelen van een bevoegd persoon. Rij je op een voorrangsweg dan mag je op een kruispunt links inhalen als het veilig kan. Deze combinatie van borden zegt dat 100 meter verder de voorrangsweg eindigt en dat je zult moeten voorrang verlenen. Verkeersborden als deze maken je duidelijk dat je enkel op het eerstvolgende kruispunt voorrang hebt. Een kruispunt waar je voorrang hebt loopt niet alleen rechtdoor, maar kan ook een bocht maken. Een dikke witte lijn op het blauwe onderbord geeft aan in welke richting het voorrangstraject afbuigt. Een omgekeerde driehoek betekent dat je voorrang moet verlenen aan bestuurders die op de openbare weg rijden die jij wilt oprijden en dat je, indien het nodig is, moet stoppen. Een lijn gevormd door omgekeerde driehoeken, ook wel haaientanden genoemd, duidt de plaats aan waar je, als dat nodig is, moet stoppen. Zijn er geen bestuurders op de dwarsende weg? Dan hoef je niet te stoppen en mag je het kruispunt oprijden. Een onderbord kan aangeven dat je extra voorzichtig moet zijn bij het oprijden van het kruispunt omdat fietsers of bromfietsen in beide richtingen op het fietspad kunnen rijden. Ik herinner er jullie ook aan dat op kruispunten waar dit bord staat, links inhalen verboden is. Behalve fietsers. Zien jullie het verschil tussen deze twee borden? De eerste combinatie zegt dat er 125 meter verder een kruispunt is met een omgekeerde driehoek. Waar je dus voorrang moet verlenen en stoppen als dat nodig is. In de tweede combinatie staat het woord stop op het onderbord. Het zegt dat er 150 meter verder een kruispunt is met een stopbord en waar je zult moeten stoppen en voorrang moet verlenen. Staat er een stopbord? Dan moet je altijd eerst volledig stoppen voor de stopstreep, voor je het kruispunt mag oprijden. Ook bij een stopbord kan een onderbord je er attent op maken extra voorzichtig te zijn, omdat fietsers. Of bromfietsers uit beide richtingen kunnen komen. Een rotonde wordt aangegeven door dit verkeersbord. En bij de invalswegen staat een van deze twee borden die de voorrang regelen. Bij het oprijden van een rotonde mag je de richtingaanwijzer aanzetten, maar het hoeft niet. Je moet wel voorrang verlenen aan bestuurders die al op de rotonde rijden. De meeste rotondes zijn ingericht met een aanliggend fietspad op de rotonde. Bij het verlaten van de rotonde moet je dan extra voorzichtig zijn en voorrang verlenen aan fietsers die op de rotonde het fietspad blijven volgen en aan voetgangers die willen oversteken. Aan sommige rotondes zijn er oversteekplaatsen voor fietsers. Meestal liggen die oversteekplaatsen wat buiten de rotonde en zien fietsers een kleine omgekeerde driehoek. Dan moet je geen voorrang verlenen aan de fietsers, behalve wanneer ze zich reeds op de rijbaan hebben begeven. In vorige lessen zagen we dat op een kruispunt de voorrang geregeld kan worden door een bevoegd persoon, door verkeerslichten en door verkeersborden. Maar op kruispunten waar geen bevoegd persoon is en waar geen verkeerslichten staan en ook geen borden staan die de voorrang regelen, geldt de voorrang van rechts. Deze regel zegt dat elke bestuurder, zowel van auto's of motorfietsen of tweewielige bromfietsen of fietsen, Voorrang moet verlenen aan bestuurders die van rechts komen aangereden. Het heeft geen belang of de bestuurder die van rechts komt rechtdoor wil rijden of naar links of rechts wil afslaan. Ook als de bestuurder die van rechts komt vertraagt of volledig stopt, behoudt hij zijn voorrang en mag hij als eerste het kruispunt oprijden. De voorrangsregel is dus eigenlijk dezelfde alsof op het kruispunt dit verkeersbord zou staan. Er zijn enkele uitzonderingen waarbij de bestuurder die van rechts komt toch voorrang moet verlenen. Om te beginnen is dat zo wanneer er een doorlopend fietspad is. In dat geval mogen fietsers en bestuurders van tweewielige bromfietsen die daarop mogen rijden eerst het kruispunt oprijden, gevolgd door de bestuurder die van rechts komt en tot slot de bestuurder die voorrang van rechts heeft verleend. Rijdt een fietser op een fietssuggestiestrook dan moet hij uiteraard zelf voorrang verlenen. Een tweede uitzondering is wanneer er een doorlopend trottoir of een oversteekplaats voor voetgangers is. Ook in dat geval moet de bestuurder die van rechts komt de voetgangers voor laten gaan. Voor hij zelf en de bestuurder die voorrang heeft gegeven het kruispunt mogen oprijden. Hier zien jullie een concreet voorbeeld. Wanneer een bestuurder uit een verboden rijrichting komt gereden, geldt de voorrang van rechts ook niet. Hou er wel rekening mee dat een onderbord kan aangeven dat bepaalde bestuurders wel uit die straat mogen gereden komen. In dat geval moet je natuurlijk wel voorrang verlenen. Tot slot vermeld ik nog dat spoorvoertuigen geen voorrang van rechts moeten verlenen en dus eerst het kruispunt mogen oprijden, waarna de gewone voorrang van rechtsregel verder wordt toegepast. Volledigheidshalve wil ik nog vermelden dat de voorrang van rechtsregel niet geldt op kruispunten met een gewone rijbaan en een aardeweg of pad. In dit voorbeeld moet de bromfietser dus voorrang verlenen. En ook wanneer de laatste meters van een aardeweg verhard zijn, zoals in dit voorbeeld, geldt de voorrang van rechts niet. Wanneer op een kruispunt waar de voorrang niet geregeld wordt door verkeerslichten of verkeersborden twee tegenliggers elkaar naderen en een van de bestuurders wil rechtdoor rijden en de andere naar links afslaan, dan heeft het rechtdoorgaande verkeer voorrang op het links afslaande verkeer. In dit voorbeeld mag dus de bestuurder van de rode auto als eerste het kruispunt oprijden. En in dit voorbeeld de bestuurder van de blauwe auto. Op een kruispunt waar de voorrang geregeld wordt door verkeersborden, zoals in deze voorbeelden, of door verkeerslichten, heeft ook het recht doorgaand verkeer voorrang van linksafslaand verkeer. Zodra de lichten groen worden, mag de bestuurder van de blauwe auto als eerste het kruispunt oprijden. Tot slot nog even vermelden dat ook op kruispunten waar een bevoegd persoon de voorrang regelt, deze regel geldt. Behalve als de bevoegd persoon het anders wil, want zijn bevelen gaan uiteindelijk boven alles. Wanneer twee tegenliggers hun kruispunt naderen en een van de bestuurders wil rechtsaf slaan en de andere linksaf, zoals hier of ook hier, dan heeft de bestuurder die rechtsaf wil slaan of een korte bocht gaat maken voorrang op de bestuurder die linksaf wil slaan of een lange bocht maakt. In dit voorbeeld mag dus de bestuurder van de blauwe auto die rechts wil afslaan en dus een korte bocht gaat maken, als eerste het kruispunt oprijden. En in dit voorbeeld maakt de bestuurder van de rode auto de korte bocht en mag die dus als eerste het kruispunt oprijden. Wordt op het kruispunt de vooraan geregeld door verkeersborden of door verkeerslichten. Dan geldt ook dat rechtsafslaand verkeer voorrang heeft van linksafslaand verkeer. Zodra de lichten groen worden, mag de bestuurder van de blauwe auto, die de korte bocht gaat maken, als eerste het kruispunt oprijden. Tot slot nog even vermelden dat ook op kruispunten waar een bevoegd persoon de voorrang regelt, deze regel geldt, behalve wanneer de bevoegde persoon het anders wil. Naderen twee tegenliggers elkaar op een kruispunt waar geen pijlen op het wegdek geschilderd zijn en willen ze beide links afslaan, dan kruisen ze elkaar langs rechts. Omdat ze elkaar voorbijgereden zijn, hoeft niemand voorrang te verlenen. Let wel op voor je links gaat afslaan. Er kunnen immers nog andere tegenliggers komen. Sommige kruispunten zijn zodanig ingericht en de pijlen op die wijze geschilderd, dat voertuigen elkaar niet langs rechts kunnen kruisen. Ze rijden elkaar dan links voorbij en hoeven elkaar ook geen voorrang te verlenen. Een bestuurder die van richting verandert, moet voorrang verlenen aan de voetgangers die de rijbaan oversteken die hij gaat oprijden. Het speelt dan geen rol of er een oversteekplaats is voor voetgangers of niet. En ook de verkeersborden die de bestuurder ziet staan hebben hierbij geen invloed. Een bestuurder die van richting verandert, moet voorrang verlenen aan de weggebruikers. Dus aan de bestuurders en aan de voetgangers die de andere delen van dezelfde openbare weg volgen. Trein rijdt op sporen of rails. Zijn stopafstand is heel lang en hij kan nooit uitwijken. Daarom moet je voorzichtig zijn als je een overweg nadert en goed rekening houden met de borden en signalisatie. Vier borden verduidelijken iets over de overweg die je nadert. Dit bord dat bij de overweg staat, zegt dat het een overweg is met een enkel spoor. En dit bord zegt dat er twee of meer sporen zijn. Staat 150 meter voor een overweg dit bord, dan weet je dat er geen slagbomen zullen zijn om het verkeer tegen te houden. En dit bord zegt dat het wel een overweg met slagbomen is. Het bord moet op 150 meter voor de overweg geplaatst worden. Dit onderbord was dus eigenlijk overbodig. Knippert het maanwit licht, dan is er geen trein in aantocht en mag je over de overweg rijden. Hoor je het geluid zijn en of knipperen de rode lichten? Dan mag je je niet op de overweg begeven. Nog vlug over een overweg rijden terwijl de slagbomen al naar beneden gaan, is trouwens een ernstige overtreding waarbij je rijbewijs onmiddellijk kan ingetrokken worden. Bestuurders die het toch riskeren, eindigen hun uitstap vaak zo. Dit bord zegt dat de tram op een bijzondere overrijdbare bedding rijdt. Daarop mag je met de auto niet rijden, niet stilstaan of niet parkeren. Een onderbord geeft aan wanneer sommige bestuurders het wel mogen. Met een auto mag je een bijzondere overrijdbare bedding dwarsen om je eigendom of een parking te kunnen bereiken of omheen een hindernis te rijden. Een dambordmarkering duidt de plaats aan waar bestuurders op kruispunten over de bijzondere overrijdbare bedding kunnen rijden. Soms liggen tramsporen ook in de rijbaan. Dit bord verbetigt bestuurders dat er een kruising is van een openbare weg door één of meerdere in de rijbaan aangelegde sporen. Een tram volgt de verkeersregels niet. Hij heeft altijd voorrang. De trambestuurder moet enkel rekening houden met de bevelen van een bevoegd persoon en met de verkeerslichten. Deze borden geven aan dat er een speciale strook voor bussen is. Daarop mag je met een auto niet parkeren. Je mag er nabij een kruispunt wel even oprijden als je naar links of rechts wil afslaan. Ook hier kunnen onderborden aangeven wanneer sommige bestuurders wel op een busstrook mogen rijden. Ik wijs nog even op het verschil tussen deze twee borden. Is er een doorlopende witte streep? Dan is het een bijzondere overrijdbare bedding. Zie je een onderbroken witte streep? Dan is het een busstrook, zoals we in het tweede filmpje al hebben besproken. Over een bushalte mag je wel rijden. Je mag er ook even stilstaan om iemand te laten in of uitstappen. Maar er blijven wachten tot de bus komt, wat parkeren is, mag uiteraard niet. Een bushalte is vaak aangeduid door een wegmarkering. Is dat echter niet het geval, dan mag je niet parkeren tot op 15 meter voor of voorbij het bord dat de bushalte aanduidt. Tot slot vermeld ik nog dat je moet voorrang verlenen aan een bus die binnen de bebouwde kom de bushalte verlaat als de richtingsaanwijzer brandt. Buiten de bebouwde kom moet je geen voorrang verlenen aan een bus die de halte verlaat. Laten we even nagaan in welke volgorde deze bestuurders het kruispunt mogen oprijden. Wanneer je de afbeelding bekijkt, dan merk je dat op het kruispunt geen bevoegd persoon staat die de voorrang regelt. Er zijn ook geen verkeerslichten, maar wel verkeersborden. Dit bord, dat naast de blauwe auto staat, zegt dat de bestuurder voorrang krijgt op het eerstvolgende kruispunt. De blauwe auto mag dus als eerste het kruispunt oprijden. Dit bord, dat naast de rode en de zwarte auto staat, zegt dat een bestuurder voorrang moet verlenen en indien nodig moet stoppen. Wie van de twee als eerste mag vertrekken, wordt bepaald door de regel dat rechtsafslaande bestuurders voorrang krijgen van linksafslaande. De rode auto wil rechtsafslaan of een korte bocht maken. Terwijl de zwarte auto linksaf wil slaan of een lange bocht wil maken. De bestuurder van de rode auto mag dus voor de zwarte auto het kruispunt oprijden. Het antwoord op de vraag is dus eerst de blauwe, dan de rode en als laatste de zwarte auto. In het volgende filmpje bekijken we in welke volgorde deze bestuurders het kruispunt mogen oprijden. Laten we even kijken in welke volgorde deze bestuurders het kruispunt mogen oprijden. Wanneer je de afbeelding bekijkt, dan merk je dat op het kruispunt geen bevoegd persoon staat. Er zijn ook geen verkeerslichten of verkeersborden die de voorrang regelen. Dit is dus een kruispunt waar de voorrang van rechts geldt. Net hetzelfde alsof elke bestuurder dit verkeersbord zou zien staan. Bekijk je de drie auto's, dan zie je dat de rode auto van rechts komt ten opzichte van de twee andere, en dus als eerste het kruispunt mag oprijden. Maar er is ook een fietser die op een doorlopend fietspad rijdt, en aan wie de bestuurder van de rode auto voorrang moet geven. Na de fietser mag dus de rode auto het kruispunt oprijden, gevolgd door de blauwe. Die rechts rijdt ten opzichte van de groene. En tot slot mag de bestuurder van de groene auto verder rijden. Het antwoord op de vraag is dus: eerst de fietser, dan de rode auto, vervolgens de blauwe en tot slot de groene. In het volgende filmpje bekijken we dit voorbeeld. Laten we even nagaan in welke volgorde deze weggebruikers het kruispunt mogen opgaan. Wanneer je de afbeelding bekijkt, dan merk je dat op het kruispunt een bevoegd persoon staat met horizontaal gestrekte armen. Zoals jullie weten, gaan de bevelen van een bevoegd persoon boven alles. Dus ook boven de verkeersborden die op dit kruispunt staan. Weggebruikers die op dit kruispunt naar de buik of naar de rug van de agent toekomen, die moeten stoppen. De rode auto nadert de rug van de agent en moet u dus stoppen, evenals de fietser die de buik van de agent nadert. Zowel de blauwe auto als de voetganger mogen het kruispunt wel opgaan. De vraag die we ons nu moeten stellen is: wie van de twee mag eerst? De bestuurder van de blauwe auto wil op dit kruispunt rechts afslaan en moet daarbij voorrang verlenen aan de voetganger die via het zebrapad het kruispunt gewoon wil oversteken. De voetganger mag dus eerst het kruispunt opgaan, gevolgd door de blauwe auto. Het antwoord op onze vraag is dus eerst de voetganger en daarna de blauwe auto. In het volgende filmpje bekijken we dit voorbeeld. Laten we even nagaan in welke volgorde deze bestuurders het kruispunt mogen opgaan. Wanneer je de afbeelding bekijkt, dan merk je dat op het kruispunt geen bevoegd persoon staat die de voorrang regelt. Er zijn ook geen verkeerslichten, maar wel verkeersborden. Dit bord zegt trouwens dat op dit kruispunt de voorrang van rechts geldt. De blauwe auto bevindt zich rechts van de rode auto en rechts van de fietser. De fietser rijdt op een fiets, suggestiestrook. Dat weten we omdat een fietspad aangegeven wordt door twee evenwijdige onderbroken strepen of door verkeersborden. Vermits de fietser niet op een fietspad rijdt, krijgt de fietser ook geen voorrang. En alhoewel de blauwe auto gestopt was, behoudt die bestuurder zijn voorrang en mag hij eerst het kruispunt oprijden. De fietser en de auto mogen nadien tegelijkertijd vertrekken. Het antwoord op onze vraag is dus: eerst de blauwe auto en daarna de rode auto samen met de fietser. Dit verbodsbord zegt dat het voor iedere bestuurder verboden is om in deze richting voorbij het bord te rijden. De bestuurder van de blauwe auto mag dus niet recht doorrijden, maar wel naar links of rechts afslaan. Uit de tegengestelde richting mogen wel bestuurders aangereden komen. Ik zei al dat het voor alle bestuurders verboden is, dus ook voor fietsers. Maar op een onderbord kan echter aangegeven worden wanneer fietsers of bestuurders van bromfietsen klasse A wel voorbij dit bord mogen rijden. Dit verbodsbord zegt dat het voor alle bestuurders verboden is om in beide richtingen voorbij het bord te rijden. De bestuurder van de blauwe auto mag dus niet voorbij het bord rijden. En uit de tegengestelde richting mag niemand aangereden komen. Maar ook hier kunnen onderborden uitzonderingen toestaan. Op heel wat plaatsen zie je een blauw onderbord met de tekst uitzonderlijk plaatselijk verkeer. Daarmee bedoelt men de voertuigen van de bewoners van die straat en van de bezoekers van die bewoners. Ook de voertuigen voor levering en onderhoud of toezicht mogen voorbij het bord. Net zoals voertuigen van de ordendiensten en prioritaire voertuigen. En ook fietsers en ruiters. Dit verbodsbord zegt dat bestuurders van motorvoertuigen met meer dan twee wielen en van motorfietsen met een zijspan niet voorbij het bord mogen rijden. In de tegengestelde richting mogen ze wel rijden. En dit bord verbiedt bestuurders van motorfietsen met of zonder zijspan om voorbij het bord te rijden. Een autobestuurder mag wel voorbij dit bord. Een combinatie van deze twee borden is ook mogelijk. Het verbiedt bestuurders van motorvoertuigen met meer dan twee wielen en van alle motorfietsen voorbij het bord te rijden. In de tegengestelde richting mogen ze wel rijden. Dit verbodsbord verbiedt bestuurders van twee- of drie- of vierwielige bromfietsen om voorbij het bord te rijden. Autobestuurders mogen het wel. Een combinatie van deze borden of samen met andere is ook mogelijk. Weten jullie nog dat de massa in beladen toestand het gewicht is van een auto met zijn bestuurder en zijn passagiers en zijn lading? Als men het geheel op een bepaald moment op een weegschaal zou plaatsen. Dit bord zegt dat voertuigen waarvan de massa in beladen toestand hoger is dan op het bord is aangegeven, niet verder mogen rijden. Voorbij een bord waarop 3,5 ton staat, mogen alle personenauto's rijden. Maar stel nu eens dat er 2,5 ton op het bord zou staan. Dan mogen zwaardere personenauto's met veel passagiers en een zware lading niet verder. Ook hier kunnen onderborden uitzonderingen toestaan. Deze borden zeggen dat het voor alle bestuurders verboden is om aan het volgende kruispunt naar links of naar rechts af te slaan. Behalve voor die op een onderbord staan aangeduid. Iets wat de bestuurder van deze grijze auto blijkbaar niet heeft begrepen. En dit verbodsbord zegt dat vanaf het bord tot en met het volgende kruispunt het verboden is om te keren. Voorbij dit aanwijzingsbord mogen enkel bestuurders rijden die erop zijn aangeduid. Je mag nooit op een verdrijvingsvlak of op een fietspad rijden, parkeren of stilstaan. Dat mag trouwens ook niet op een busstrook. Uitgezonderd in de nabijheid van een kruispunt, om te gaan voorsorteren als je wil afslaan. Over een halteplaats van bussen mag je wel rijden. En op de pechstrook mag je enkel stoppen als je pech hebt. Hindernissen kunnen borden met schuin naar beneden gerichte pijlen aangeven dat de hindernis langs de door de pijl aangeduide richting moet voorbijgereden worden. Deze borden kunnen op een paaltje staan, maar ook op een gele verkeerszuil. Er is een groot verschil tussen dit bord en dit. Het eerste bord zegt dat bestuurders verplicht zijn de richting van de pijl te volgen. Het onderbord vult echter aan dat fietsers en bromfietsers klasse A het hier niet moeten. Op dit kruispunt mag de bestuurder van de blauwe auto dus niet naar links afslaan, maar moet hij rechtdoor rijden. De bruine auto mag zowel naar links als naar rechts afslaan. Het tweede bord zegt dat je op een weg met eenrichtingsverkeer rijdt. Maar ook hier vult het onderbord aan dat fietsers en bromfietsers klasse A wel in beide richtingen mogen rijden. Zodra de bestuurder van de blauwe auto voorbij het bord rijdt, Weet hij dat hij geen tegenliggers moet verwachten? Hij mag op deze weg zowel rechtdoor als naar links afslaan, behalve als een verbodsbord het verbiedt. Een blauw bord als dit zegt dat je verplicht bent een van de richtingen van de pijlen te volgen. De blauwe auto mag hier dus links afslaan of rechtdoor rijden, maar niet naar rechts afslaan. De bruine auto die van rechts komt, heeft voorrang van rechts en mag eerst het kruispunt oprijden. Komt de bruine auto van links, dan heeft de blauwe voorrang van rechts, en mag die eerst op het kruispunt oprijden. Staat er deze combinatie van borden, dan moet de blauwe auto voorrang verlenen, en mag de bruine eerst het kruispunt oprijden. Dit bord, op een paal of op een gele zuil, betekent dat je zowel links als rechts voorbij het bord mag rijden. Tot slot vermeld ik nog dat op sommige plaatsen geen borden staan, maar dat wegmarkeringen of eilandjes de verkeersgeleider zijn. U moet deze rechts voorbij rijden. Onder stilstaan verstaan we de tijd die nodig is om iemand te laten in- of uitstappen. Dit kan vrij vlug gebeuren, wanneer het slechts één persoon is. Maar het kan ook enkele minuten duren, wanneer bijvoorbeeld een volle bus kinderen moet uitstappen. Onder stilstaan verstaan we ook de tijd die nodig is om goederen te laden of te lossen. Ook dat kan soms een tijdje duren. Bijvoorbeeld wanneer mazoet wordt geleverd of bij een verhuis. Blijf je langer staan dan nodig om iemand te laten in of uitstappen, of om een lading te laden of te lossen, dan spreken we over parkeren. Is je voertuig defect, dan sta je niet stil of parkeer je niet. Je hebt dan een defect voertuig dat nooit langer dan 24 uur op de rijbaan mag blijven staan. Stop je bijvoorbeeld voor een overweg of voor verkeerslichten of plaatsen waar je voorrang moet geven, dan sta je ook niet stil of geparkeerd. Je bent dan gestopt. Is er plaats binnen een bebouwde kom op de gelijkgrondse berm of buiten de bebouwde kom op eender welke berm, dan moet je daar je auto parkeren. Op sommige wegen is rechts van de rijbaan een dikke witte streep geschilderd. Daarnaast is de plaats om te parkeren of om stil te staan. Is de berm niet breed genoeg, dan parkeer je deels op de berm en deels op de rijbaan. Je moet er wel voor zorgen dat er nog minstens anderhalve meter vrije doorgang blijft voor voetgangers die de berm gebruiken. Wat hier niet het geval is. Parkeer je op de rijbaan, dan doe je dat zo dicht mogelijk naast de rand van de rijbaan. Je moet je auto ook plaatsen rechts in de rijrichting. Dus zomaar ergens op de rijbaan of langs links stilstaan of parkeren is verboden. Behalve als het een rijbaan is met eenrichtingsverkeer. Dan mag de auto zowel langs rechts of langs links worden opgesteld. Ook dubbel parkeren of stilstaan is verboden. En er moet minstens 1 meter vrije ruimte blijven tussen twee geparkeerde auto's. Stilstaan en parkeren zijn verboden op alle plaatsen waar je voertuig een gevaar kan zijn voor de andere weggebruikers of ze onnodig zou hinderen. Je mag niet stilstaan of parkeren op de rijstroken van autosnelwegen, op de op- of afritten of op de pechstrook. Ook niet op autowegen, op een trottoir of een voetpad, op de verhoogde berm binnen de bebouwde kom, op een fietspad of een busstrook, op een verdrijvingsvlak en op overwegen of tramsporen. Stilstaan en parkeren zijn verboden op de rijbaan en op de berm op oversteekplaatsen voor voetgangers en fietsers. Deze auto mag daar dus niet staan. Het mag ook niet op de rijbaan of op de berm tot op 5 meter voor of voorbij plaatsen waar fietsers of bromfietsers het fietspad moeten verlaten. In dat geval moet je aan hen trouwens voorrang verlenen. Het mag ook niet op kruispunten op minder dan 5 meter van de verlenging. Van de naastbijgelegen rand van de dwarsrijbaan. Staan er verkeerslichten op het kruispunt, dan mag je niet op de rijbaan of op de berm parkeren tot 20 meter voor het verkeerslicht. Dat is ook zo als er verkeerslichten buiten een kruispunt staan en voor verkeersborden. Maar in deze twee laatste gevallen is er wel een uitzondering. Als de onderkant van het verkeersbord of licht minstens 2 meter hoog is en de bovenkant van de auto met lading. Niet hoger is dan 1,65 meter, dan geldt de 20 meter niet. Deze auto mag dus op die plaats parkeren of stilstaan, omdat hij de zichtbaarheid van het bord niet belemmert. Je mag niet parkeren of stilstaan op de rijbaan op minder dan 5 meter voor een oversteekplaats voor voetgangers of voor fietsers en tweewielige bromfietsen. Het mag ook niet op de rijbaan onder bruggen, in tunnels, Nabij de top van een helling of nabij of in een onoverzichtelijke bocht. Je mag je auto niet parkeren als je langs de voor- en achterkant van je auto geen meter vrije tussenruimte kunt laten. Sta je stil. Dan hoeft dat niet. Zie je een bord dat een bus, een trolley of een tramhalte aangeeft, dan mag je 15 meter voor en voorbij dat bord niet parkeren. Deze auto mag daar dus niet staan. Vaak wordt de ruimte waarbinnen je niet mag parkeren aangegeven door een wegmarkering. Er even stilstaan om iemand te laten in of uitstappen, mag dus wel. Je mag je auto ook niet voor een inrij van eigendommen parkeren. De eigenaar mag het wel, als hij zijn nummerplaat duidelijk zichtbaar heeft aangebracht. Hetzelfde geldt natuurlijk ook voor een garagepoort, of waar je de toegang hindert tot buiten de rijbaan aangelegde parkeerplaatsen. Is er een hindernis naast de rijbaan, zodat fietsers of tweewielige bromfietsers of voetgangers op de rijbaan moeten komen, dan mag je op die plaats ook niet parkeren. Het moet dus wel om een hindernis gaan. Eindigt het fietspad dan mag je, zoals in de vorige les al uitgelegd, niet stilstaan en niet parkeren op de rijbaan en op de berm tot op 5 meter voor en voorbij de plaats waar het fietspad eindigt. En moet je ook voorrang verlenen. Je mag je auto ook niet parkeren als de rijbaan te smal is. Er moet nog minstens 3 meter vrije doorgang overblijven, wat hier niet het geval is. Ook op een rijbaan met tweerichtingsverkeer mag je niet parkeren. Tegenover een auto die al stilstaat of geparkeerd staat, als dat het kruisen van twee andere voertuigen bemoeilijkt. Je mag wel even stilstaan. Op de rijbaan van een voorrangsweg mag je binnen de bebouwde kom parkeren. Maar eenmaal buiten de bebouwde kom mag het niet. Je mag ook niet op een rijbaan parkeren die verdeeld is in rijstroken. Behalve als deze borden het toestaan. In sommige steden vind je openbare wegen met drie rijbanen. Je mag dan nooit op de middelste rijbaan parkeren. En heeft een openbare weg twee rijbanen, dan mag je binnen de bebouwde kom links op de rijbaan parkeren, of op de gelijkgrondse berm links naast de rijbaan. Maar buiten de bebouwde kom mag dat niet. Een gele onderbroken streep op de rand van de rijbaan wil zeggen dat je er enkel mag stilstaan. Parkeren is er verboden. Hetzelfde geldt voor parkeerplaatsen die bestemd zijn voor personen met een handicap. Jullie zien natuurlijk het verschil tussen deze borden. Wat het juist betekent, leg ik nu uit. Dit ronde bord met één schuine streep zegt dat aan de kant waar dit bord staat, parkeren verboden is op de rijbaan en op de berm tot aan het kruispunt. En dit bord met twee schuine strepen. Betekent dat aan de kant waar dit bord staat, parkeren en stilstaan verboden zijn, op de rijbaan en op de berm tot aan het kruispunt. Staat er een pijl onder het bord die naar omhoog wijst, dan wil dit zeggen dat het parkeerverbod begint voorbij het bord. Wijst de pijl naar beneden, dan betekent het tot aan dit bord. En wijst de pijl naar omhoog en naar beneden, dan wil het zeggen voor en voorbij dit bord. Zo'n pijlen kunnen onder verschillende parkeerborden staan. Hier wil het dus zeggen dat je langs deze kant van de rijbaan niet mag parkeren op de rijbaan en op de berm, voorbij het bord tot aan het volgende kruispunt. De witte auto staat dus verkeerd geparkeerd. Dit bord kennen jullie al. Laten we het nu even wijzigen. Dan wil het zeggen dat je niet mag parkeren langs deze kant van de rijbaan. Van de eerste tot de vijftiende van de maand. Merk op dat het nu wel op de berm mag. Je moet dus langs de andere kant van de rijbaan parkeren. En daar staat dit bord. Dat zegt dat je langs deze kant van de rijbaan niet mag parkeren op de rijbaan van de zestiende tot het einde van de maand. Een pijl naar omhoog geeft aan dat het parkeerverbod begint voor beide borden. Een pijl naar omlaag betekent tot aan het bord. En omhoog en omlaag. Betekent voor en voorbij het bord. Je auto moet je verplaatsen de laatste dag van een periode tussen half acht en acht uur 's avonds. Deze borden geven het begin en einde aan van een zone met beperkte parkeertijd. Zo'n zone wordt ook blauwe zone genoemd. Binnen deze zone moeten alle bestuurders van een auto op werkdagen de parkeerschijf gebruiken als ze hun auto parkeren. Je moet het doen van maandag tot en met zaterdag tussen 9 en 18 uur, tenzij het anders is vermeld op het bord. De parkeerschijf moet je duidelijk zichtbaar achter de voorruit leggen. Bestuurders die een bewonerskaart of een parkeerkaart voor personen met een handicap hebben, mogen die gebruiken in plaats van een parkeerschijf. Op de parkeerschijf plaats je het pijltje op het streepje dat volgt op het tijdstip van de aankomst. Je mag dan twee uur parkeren, te tellen vanaf het tijdstip dat het pijltje aangeeft. Behalve als een verkeersbord een andere tijd aangeeft. Daarna moet je de auto verplaatsen en dus niet de tijd op de parkeerschijf veranderen. Vaak moet ook buiten een zone de parkeerschijf gebruikt worden. Laten we even kijken wat deze borden betekenen. Het bovenste bord zegt dat je een auto mag parkeren. Het bord daaronder zegt dat je de parkeerschijf moet gebruiken. Bewoners mogen de bewonerskaart gebruiken. En de pijl naar omhoog betekent dat het parkeren mag voorbij deze borden. Er zijn ook andere parkeerzones, zoals deze. Dit bord betekent dat parkeren toegestaan is voor voertuigen met een maximaal toegelaten massa van 3,5 ton of minder. Een personenauto mag daar dus parkeren. Op heel wat plaatsen staan parkeerautomaten of parkeermeters. Je moet daar het tarief betalen dat op de automaat of op de meter staat vermeld. Is het toestel defect, dan gebruik je de parkeerschijf. Dit is het algemeen bord dat zegt dat voertuigen mogen parkeren. Staat er een auto onder de P, dan mogen alleen personenauto's, auto's voor dubbel gebruik, minibussen en motorfietsen daar geparkeerd worden. Deze vrachtwagen mag hier dus niet staan. En ook de bestuurder van deze bromfiets begaat een overtreding. Er zijn borden zoals deze die een parkeerplaats aanduiden voor bepaalde voertuigen. Je mag voorbij die borden je auto dus niet parkeren. Maar er even stilstaan om bijvoorbeeld iemand te laten in- of uitstappen mag wel. Zie je dit bord? Dan wil het zeggen dat als je parkeert, je het verplicht op de berm moet doen. Op de rijbaan mag het niet. En dit bord zegt dat je verplicht op de rijbaan moet parkeren. Op de berm mag het niet. Jullie raden het al: dit bord geeft aan dat je deels op de rijbaan. En deels op de berm moet parkeren. Voor je uitstapt moet je de handrem optrekken en alle ramen en het open dak sluiten. Je schakelt de motor uit, neemt de sleutel uit het contact en je sluit de deuren zodra je bent uitgestapt. Tijdens het praktijkexamen je auto zo verlaten of de handrem vergeten betekent meteen dat je nog eens mag terugkomen. De wagen verlaten doe je in de richting van de achterkant van de auto terwijl het naar de auto toegaan langs de voorzijde gebeurt. Zo heb je telkens zicht op het achteropkomend verkeer. Een defecte auto mag maximaal 24 uur op de openbare weg blijven staan. Een reclamevoertuig maximaal 3 uur. Een voertuig langs de openbare weg te koop aanbieden is verboden. Alcohol en autorijden gaan echt niet samen. Door de alcohol vermindert de aandacht, het beoordelings- en het reactievermogen. Een bestuurder is sneller vermoeid en zal zich soms overmoedig en roekeloos gedragen. Omdat een dronken bestuurder niet alleen een gevaar is voor zichzelf, maar ook voor de andere weggebruikers, organiseert de politie vaak alcoholcontroles. Een alcoholcontrole kan opgelegd worden aan iedereen die op een openbare plaats aanstalte maakt om een voertuig of rijdier te gaan besturen of het bestuurt. Dus ook aan fietsers en ruiters. Ook een rijinstructeur of een begeleider kan onderworpen worden aan een controle. Net als iemand die vermoedelijk een ongeval heeft veroorzaakt, in dat geval zelfs een voetganger. Alcoholcontroles zullen niet gevraagd worden aan passagiers of iemand die in de auto ligt te slapen, of aan voetgangers. Bij een ademtest zal de politie je vragen om gedurende enkele seconden in het mondstuk van de tester te blazen. Je mag zonder probleem één keer vragen om 15 minuten te wachten. Verschijnt er een S, dan is alles oké okay en mag je verder rijden. De A van alarm betekent dat je vermoedelijk tussen 0,22 en minder dan 0,35 milligram alcohol per liter uitgeademde lucht hebt. Terwijl de P van positief erop wijst dat je vermoedelijk 0,35 of meer milligram hebt. In beide gevallen volgt een ademanalyse. Moedwillig foutief blazen of weigeren te blazen heeft tot gevolg dat je meteen voor 6 uur je rijbewijs moet afgeven. Ook bij een ademanalyse die je niet mag weigeren, moet je in een mondstuk blazen. Even later komt een gedetailleerd rapport uit de printer. Heb je minder dan 0,22 milligram alcohol per liter uitgeademde lucht, dan mag je verder. Is het resultaat 0,22 of meer, maar minder dan 0,35, dan moet je je rijbewijs voor 3 uur afgeven. Heb je 0,35 of meer, dan wordt het 6 uur, waarna een nieuwe ademanalyse of ademtest volgt. Een bloedproef wordt afgenomen wanneer een ademtest of ademanalyse niet kan. Bijvoorbeeld omdat de bestuurder naar het hospitaal is gevoerd. Maar een bloedproef kan ook meteen gebeuren als een bestuurder astma heeft of bijvoorbeeld te dronken is om te blazen. Het is niet de politie, maar een dokter die de bloedproef zal afnemen. Bij een speekseltest wordt gevraagd om met een wattenstaafje wat speeksel uit de mondholte te schrapen. Om zo het aanwezige gehalte aan drugs te kunnen bepalen. Is de uitslag meer dan de toegestaande waarde, dan moet je je rijbewijs meteen voor 12 uur afgeven. Overtreders riskeren daarom boven zware boetes en een rijverbod tot maximaal 5 jaar. Een combinatie van drugs en alcohol is uiteraard nog ergens dan alcohol alleen. Bepaalde medicijnen hebben sowieso al een nadelig effect op het rijgedrag. Alcohol kan dat nog extra versterken. Is je voertuig defect of ben je betrokken bij een ongeval zonder gewonden, dan tracht je eerst en vooral je voertuig te parkeren op een plaats waar het mag staan. Is er wat lading op de weg gevallen, dan verwijder je die zo snel mogelijk. Als een voertuig niet meer kan verplaatst worden of de gevallen lading is vrij groot, dan stel je alles in het werk om te voorkomen dat er op die plaats nog meer ongelukken gaan gebeuren. Dat doe je in de eerste plaats door de gevarendriehoek te plaatsen en als ze nog werken, de vier waarschuwingslichten te laten branden. Om te voorkomen dat er brand zou ontstaan, schakel je een nog ronkende motor uit en natuurlijk Rook je niet op de plaats van het ongeval. De gevaren driehoek moet goed zichtbaar opgesteld worden. Op gewone wegen op minstens 30 meter voor de plaats van het ongeval. En op autosnelwegen op minstens 100 meter. Hij moet voor naderende voertuigen zichtbaar zijn vanaf 50 meter. Bij een ongeval zonder gewonden moet je de politie niet laten komen, maar volstaat het dat het Europees aanrijdingsformulier wordt ingevuld en door de betrokkenen wordt ondertekend. Met je handtekening bevestig je dat je akkoord gaat met wat op het document is ingevuld. Vanaf 15 jaar ben je trouwens verplicht om je identiteitskaart te tonen als een van de betrokkenen erom vraagt. Bij discussie of als iemand het aanrijdingsformulier niet wil ondertekenen, laat je de politie komen. Kan die niet komen, dan ga je zelf zo snel mogelijk aangifte doen in het politiebureau. Heb je iemands voertuig of eigendom schade toegebracht en vind je de eigenaar niet? Doe dan alles om je identiteitsgegevens achter te laten of verwittig de politie. Een defect voertuig mag je ook nooit langer dan 24 uur op de openbare weg achterlaten. Zijn er slechts zeer licht gewonden, dan parkeer je het voertuig op een plaats waar het mag staan. Kan dat niet of zijn er zwaar gewonden? Dan doe je er weer alles aan om te voorkomen dat er nog meer ongevallen gebeuren. Vergeet niet het fluo jasje aan te doen als je op een autoweg of autosnelweg de auto verlaat. Een bestuurder is dat trouwens verplicht. Voor je de hulpdiensten verwittigt, moet je eerst de situatie inschatten. Waar ben je? Zijn er één of meerdere licht of zwaar gewonden? Zitten er personen gekneld in een voertuig? Is er misschien brandgevaar? Gebruik bij voorkeur het internationaal noodnummer 112. Via dat nummer wordt automatisch ook de politie verwittigd, die trouwens altijd bij een ongeval met gewonden moet komen en de nodige vaststellingen zal doen. Je hoeft dus zelf geen aanrijdingsformulier in te vullen. Indien het niet levensnoodzakelijk is, verplaats je best zelf geen gewonden. Ze kunnen immers breuken of inwendige bloedingen hebben. Ook een helm laat je op het hoofd, behalve als de gewonde ademhalingsmoeilijkheden heeft of bijvoorbeeld moet braken. Geef een gewonde ook geen drank of medicijnen. En bij een hevige bloeding dek je de wonde af met een propere zakdoek of breng je een drukverband aan. Wil je een ambulance volgen, dan mag je zelf nooit de maximaal toegelaten snelheid overschrijden. Regelmatig zoeken jongeren hulp op het gratis rijbewijs online forum, nadat ze eerst vluchtmisdrijf hebben gepleegd en tot hun grote verbazing de politie hen toch gevonden heeft. Vluchtmisdrijf pleeg je als je moedwillig de plaats van een ongeval verlaat omdat je denkt of weet de aanleiding of de oorzaak van een ongeval te zijn. En je bedoeling is om te ontsnappen aan de vaststellingen en aan de gevolgen. Overtuigd zijn dat niemand je gezien heeft, is een grote vergissing en denken dat men je nooit zal vinden een even grote pleeg nooit vluchtmisdrijf want er staan zware straffen op en niemand kan je daar nog bij helpen Met een auto rijden is niet alleen duur maar ook schadelijk voor het milieu Vraag je daarom voor je vertrek af of je de auto wel nodig hebt. Is de afstand niet te kort? Kan je even gemakkelijk te voet of met de fiets? Of raak je met het openbaar vervoer op je bestemming? Korte afstand rijden met een koude motor is niet alleen schadelijk voor de motor, het verhoogt ook het brandstofgebruik. Neem je toch de auto, besef dan dat sportief rijden, waarbij je voortdurend schakelt en hoge toerentallen haalt, zeer veel brandstof reist. Houd daarom rekening met de aanbevolen toerentallen om te schakelen, die weliswaar naar gelang de omstandigheden kunnen wijzigen. Hoe zwaarder de lading, hoe meer brandstofverbruik. Check regelmatig of in de koffer van de auto geen onnodige spullen liggen. Een skibox op het dak van een auto en een imperiaal verhogen de luchtweerstand. Ook deze verwijder je best zodra je ze niet meer nodig hebt. Een fiets vervoer je bij voorkeur niet op het dak van de auto, maar plaats je op een rek achteraan de wagen. En ook rijden met de ramen open verhoogt de luchtweerstand en kost extra brandstof. Net zoals diverse stroomverbruikers die je best uitschakelt als ze niet echt nodig zijn. Het is belangrijk dat je met de voorgeschreven bandenspanning rijdt. Moet je een zware lading vervoeren of een lange afstand afleggen, dan wordt de bandenspanning best wat verhoogd. Afgesleten banden zijn helemaal uit een boze en mag je niet opnieuw laten insnijden. Ook een regelmatig onderhoud van de motor is noodzakelijk. Zo zorgt een vuile luchtfilter voor extra brandstofverbruik. Vuile uitlaatgassen worden dan weer omgezet in ozon zodra ze in contact komen met de lucht. De brandstof waarmee de auto rijdt, heeft ook invloed op het milieu. LPG is het milieuvriendelijkst, gevolgd door benzine. Zwavelarme diesel is dan weer milieuvriendelijker dan gewone diesel. En tot slot leg je best de motor stil als je ergens langer dan 30 seconden moet wachten. Onder anticiperend rijden verstaan we dat een bestuurder verder kijkt dan enkel maar naar de bestuurder voor hem. Tijdig inschatten wat er gaat gebeuren en tijdig het gaspedaal lossen, zodat de auto afrent op de motor, zorgt al voor heel wat besparing. Om veilig te rijden is het belangrijk dat de banden van je auto in orde zijn. Afgesleten banden verhogen niet alleen de remafstand, maar ook het brandstofverbruik. Ze verminderen ook de wegligging. De profieldiepte van de diepliggende hoofdgroeven van een band moet minimaal 1,6 mm zijn. Maar bij die diepte kun je eigenlijk niet meer spreken over veilig rijden. De profiel- of slijtageindicatoren die je op heel wat banden vindt. Geef aan wanneer de banden aan vervanging toe zijn. Controleer dat regelmatig. Afgesleten banden mag je niet opnieuw laten insnijden. De bandendruk moet beantwoorden aan de voorschriften van de fabrikant. Die druk moet gecontroleerd worden als de banden koud zijn. Hebben de banden een te lage druk of een overdreven hoge, dan zal dit zorgen voor meer bandenslijtage. Maak je een extra lange rit of moet je een zware lading vervoeren, dan wordt best de bandendruk lichtjes met 0,2 bar verhoogd. Ligt er sneeuw of ijzel op de rijbaan, dan laat je de bandendruk ongewijzigd. Spijkerbanden mogen tussen 1 november tot en met 31 maat geplaatst worden op voertuigen met een MTM tot 3,5 ton. Een reservewiel moet niet verplicht in de auto aanwezig zijn, maar het is wel handig als je er een hebt. Gebruik je het, dan moet je het originele wiel zo snel mogelijk terugplaatsen. Op eenzelfde wielas moet hetzelfde type van banden staan. Plaats je winterbanden, dan doe je dat best op de vier wielen. Sneeuwkettingen mag je enkel plaatsen als er sneeuw of ijzel op de rijbaan ligt. De motorolie zorgt voor een soepele werking van de motor en voorkomt dat hij overheet geraakt en blokkeert. Zorg er dus voor dat je weet waar de pijlstok zich bevindt en controleer regelmatig het oliepeil. Dat moet je trouwens doen als de motor koud is en de auto horizontaal staat. Om het oliepeil te controleren, reinig je de pijlstaaf en plaats je hem terug in de gleuf. Je haalt er hem opnieuw uit en leest het resultaat. Te weinig olie, maar ook te veel, is schadelijk voor de motor. Ideaal is het wanneer de olie op de pijlstok tot net onder het maximumteken reikt. Je moet natuurlijk ook weten waar de stop zich bevindt om olie bij te vullen. Altijd maar olie bijvullen mag ook niet. Sla daarom de voorziene onderhoudsbeurten in de garage nooit over. De remmen van een auto zorgen ervoor dat je tijdig kunt vertragen en stoppen. Het spreekt vanzelf dat die in prima staat moeten zijn. Controleer ook regelmatig of er nog voldoende remvloeistof is. Veel auto's zijn uitgerust met ABS of anti-blokkeersysteem. Dit voorkomt dat de wielen tijdens het remmen blokkeren en de wagen slipt. De auto blijft met ABS beter bestuurbaar. Op een droog wegdek kan de remafstand met ABS iets langer zijn dan zonder ABS. Op een nat wegdek is de remafstand met ABS langer dan met ABS op een droog wegdek. Bij normaal rijden op een horizontaal wegdek schakel je een benzinemotor best bij 2500 toeren. Bij een diesel doe je dat rond de 2000. Moet je fel bergaf of sterk bergop, dan schakel je best een versnelling lager. Voor het praktijkexamen moet je uiteraard veel meer over de motor kennen dan dit. De volledige leerstof vind je in ons praktijkboek.